niet jou. Nee! Alexander, stil! Vandaag komen wij voor het eerst aan in Bloemdam. Dit is namelijk het stadje waar ik ga wonen in Minecraft. Alleen beleef ik hier samen met mijn beste vriend Dennis de raarste avonturen. We hebben namelijk geld nodig. En hoe gaan we eraan komen? Dat zie je vandaag. Klik op het duimpje omhoog en koop de merch op alexkleinshop.com. Hallo? Even kijken hoor, hier zo. Dennis! Dennis! Wat doe jij hier nou weer? Ja, ik was even bezig met mijn farm. Ik heb een cadeautje geopend die ik van jou heb gekregen. En die was echt super lief, Alex. Vond je dat leuk? Ja, het is een gouden appel. Omdat die geel is en je houdt van appeltjes. Ja, dat is zeker waar. En de gele bloemetjes die je erbij hebt gedaan. Maar... ik was het helemaal vergeten dat ik jou dat cadeautje had gegeven, weet je nog? Ik moet wel zeggen dat ik wel dacht dat je me ging trollen, Alex. Dus ik heb het voorzichtig geopend. Maar ik ben heel blij dat je me niet hebt getrold. En dat we eindelijk gewoon geen ruzie hebben. Want dat wil ik absoluut niet. Ik ben er ook heel blij mee. En sorry dat ik je huisje de vorige keer van dirt heb gemaakt. Ik hoop dat je het wel leuk vond. Ik bedoel, ik heb alle blokken in de kist gedaan. Ja, daarover. Je had niet alle blokken in de kist gedaan. Ik miste allemaal blokjes nog. Maar het was is ik al goed. Blokken vergeten? Ja, er was er een paar vergeten. Heel veel? Het was op zich wel te doen. Maar ook nog sorry van al die bijen in je huis. Ik dacht dat jij het leuk vond om een huisdiertje te hebben. Je hebt het er namelijk altijd over hoe graag je een huisdier wil hebben. Maar oké. Ja, dat klopt. Ik wil ook heel graag een huisdier, maar ik bedoel, jij hebt Zoomie de bij al en ik wist niet dat die van jou was. Dus ja, dat ik nu ook een bij als huisdier heb, is niet oké. Ik wil misschien een ander huisdiertje. Ja, maar wat wil je dan als huisdier? Er zijn niet veel huisdiertjes. Ja, ik weet het, een eentje zou echt leuk zijn, maar dat zit er gewoon helemaal niet in. Jij denkt dat je hier een eentje gaat vinden. Er zijn volgens mij geen eens eentjes hier. Niet? Zit er geen eentje in Minecraft? Volgens mij niet. Oh, ik heb daar gisteren over gedroomd dat ik ooit een eentje als huisdier zou krijgen. Want dan lijkt hij sprekend op mij natuurlijk. Misschien komt het ooit een keer uit dat jij een eentje als huisdier kan krijgen, Dennis. Ik hoop het. Ik hoop het echt, Alex. Maar, Alex, wat ga jij hier doen? Dennis? Ja? Hallo? Oh, de vaart is iemand, Alex. Hallo? Hallo? Hallo, meneer? Hij hoort ons niet, maar waar gaat hij helemaal heen? Hij vaart gewoon weg. Waar gaat hij heen? Zullen we hem volgen? Heb jij een boot? Ja, maar dit is zo raar. Waar komt hij ineens vandaan? Ik dacht dat we hier maar met z'n tweeën waren. Hij komt hier, maar dat staat hier ook, Alex. Kijk, er staat hier Bloemdam. Ja, ik wou net zeggen, hier staat op dit standbeeld 2 inwoners. Maar wie is dat? Maar Alex, hij moet een niet snel hier. Boot hebben. Waar woont hij dan? Ja, ik weet het niet, maar we moeten een boot hebben, anders raken we hem kwijt. Ik denk het wel, maar Dennis? Ja? Er is alleen één dingetje. Het wordt namelijk nacht en ik hou niet zo van nacht. Nee, en je weet dat ik bang ben in het donker. Zullen we eerst maar gaan slapen en dan op ontdekking gaan? Ik denk dat dat een beter idee is. Morgenochtend klomp ik bij je aan en dan wil ik dat je weer thuis bent, ja? Is goed, buurman. Slaap lekker. Tot morgen, buurman. Slaap lekker. Tot morgen. Het is een nieuwe dag. Buurman! Buurman! Waar ben je? Hallo? Dennis! Hallo, het is Alex. Zover! Oké, wat hebben we allemaal nodig? Ik heb een boot nodig. Ik ga allemaal spulletjes meenemen. Pak jij ook allemaal spulletjes, ja? Ja, ik verzamel allemaal spulletjes. Ik heb alleen niet zo heel veel hout volgens mij. Misschien in mijn chestenkamer. Eventjes kijken. Ja, ik heb geen hout hierboven. Ja, ik heb genoeg hout, Alex. Ook voor jou. Oh, ik heb ook hout. Oh, ik heb al een boot! Kom op! Dennis, oh, ik heb al die een boot. Bijen in mijn huis. Dennis, heb jij een boot? Ik heb al een boot. Die lag in mijn kist nog. Mag ik dan met jou meevaren? Ja, natuurlijk. Oké, maar waar moeten we heen? Dennis, ik zet hem hier neer, ja? Ja. Kom we gaan eraan. Kijken waar die heen ging varen. Oké. Ik zit al klaar. Kom maar. Oké, ik kom eraan. Waar ben je? Oh, hier ben je. Hier, ik sta hier letterlijk op je te wachten. Oké, stap lekker in de boot, Dennis. Oké, onthoud wel waar we wonen, ja? Ik wil niet de weg kwijtraken zometeen. Nee, inderdaad. We moeten ook niet te ver gaan, Alex. Nee, dat is zeker waar, maar waar ging die meneer heen? Ja, deze kant op en voor de rest weet ik het niet meer. Dennis. Ja? Zie jij dat daar? Wat is dat? Wat? Is dit nou een stad hier om de hoek, letterlijk? Zit die stad daar altijd al? Ik weet het niet. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben hier ook nog nooit geweest. Maar is dit dan... Ja, ik zie daar die meneer lopen volgens mij. Dat is die meneer van de boot. Jij zit voorin in de boot. Ik kan het nog niet zien. Ik zag hem volgens mij echt lopen, Dennis. Oké, waar moet ik de boot zetten? Het lijkt erop alsof ik hier kan aanmeren. Ik denk het. Kan dat? Ja, volgens mij wel. Ja, ik sta er, Dennis. Oh my god. Dennis. Alex, doe je schild weg. Ja, anders zie je misschien doen we ook de
armor weg. Ja, anders is het misschien een beetje gek. Maar kijk dan, er zit daar iemand. Dat is een bakker. Dat is daar gewoon een bakker. Ze hebben hier gewoon allemaal winkels. En wij zitten allemaal moeilijk te doen over eten. Hier kun je het gewoon kopen. Oké. Okay. Ik heb misschien al die meloentjes van jou geleend, maar... Heb je mijn meloentjes gepakt? Ja, maar jij hebt me ook een meloen gegeven, dus eigenlijk... Ja, dat is waar. Oké, okay, ja, dat is waar, maar... Er zijn hier allemaal mensen. Kijk, daar loopt die meneer. Daar loopt die meneer. Dat is de meneer van de boot. Hallo, meneer. Oké. Hallo. Maar waar gaan we heen, Dennis? Ik weet het niet. Maar hier is hier wel een leuke bakker. Kijk. Maar kijk dan, er staan allemaal lekkere taartjes en zo. Oeh, Dennis, ja, ik heb nog geen honger eigenlijk, ja, maar... Ja, ik heb ook geen honger, hoor. Het is wel lekker om misschien een keertje een taartje te kopen. Ja, ik eet sowieso geen taart, Alex, dus dat is niet echt mijn ding. Nee, oké. Eendjes eten ook vaak geen taart. Die zitten liever aan het brood, volgens mij. Wil je een broodje? Dankjewel. Oh, kijk, hier is ook een heel pleintje met allemaal mooie bloemetjes. Hier is nog iemand. Plantjes. Hallo, mevrouw, hallo. Ze verkopen meloenen. En hier nog meer dingetjes. Wow, het is hier zo groot. Ja, ik heb al 50 meloentjes, dus ik hoef geen meloenen meer. Moet jij nog meloenen hebben? Nou ja, ik heb net weer mijn meloenen zitten plukken. Ik heb er ook weer genoeg. Sorry mevrouw, we hebben genoeg. Wat is ik heb wel een lekker brood voor u trouwens, alstublieft. Dan geef ik wel een meloentje terug aan de meloenen mevrouw. Kijk eens aan. Zou ze er niet al genoeg hebben? Ze verkoopt ze letterlijk, Dennis. Ja, maar het gaat om het gebaar, Alex. Dat is waar. Hey, werkt ze nog? Doei doei. Fijne dag, doei. Oh, er is zelfs een kledingwinkel, maar die ziet er een beetje dicht uit, zeg maar. Er staat ook heel groot gesloten boven. Ik maar de hele tijd minen voor al die kleding. Maar voor de Iron Armor. Hoe mooi deze twee zijn. Kijk, we hebben gewoon blauwe armor en gele armor. Dit ziet er zo mooi uit. Nee, die vind ik minder mooi. Ik vind dit de mooiste. Nee, die gele. De blauwe is het mooiste. Dennis, de blauwe is het mooiste. Oké, Alex, weet je wat? Van al deze vier zijn deze twee het mooist. Ja, dat vind ik ook. Dat ben ik met je eens. Oké. En wat hebben we hier nog meer? Dennis. Oh, Alex, een eentje. Het is een eentje. Dit is een eentje. Oh my god, ze verkopen hier gewoon een eentje. Is dit een dierenwinkel? Er staan allemaal dieren daar. Een konijntje. Denk je wel. Ga jij naar die mevrouw toe. Ga kijken of je het eentje kan kopen. Ik ga een beetje verder kijken, ja? Maar er staat een hele enge meneer daar. Oh jee. Wacht, voordat ik een eentje ga halen. Wat is dit, Alex? Wat is dit inderdaad? Dit is... Waarom staat daar een beveiliger? Dit is een bank, Dennis, volgens mij. Kijk dan, er staat een heel groot euroteken daarboven. Er staat ook een meneer. Ja, dit is denk ik een bank, Alex. Hallo meneer, hallo. Maar deze bank maakt me niet uit. Ik ga kijken bij het eentje. Succes Alex, doei. Laat je me nou gewoon achter. Ja, hallo, heb je dat eentje gezien? Die moet ik hebben, Alex. Oké, tot zo Dennis, maar we spreken straks hier gewoon weer af, ja? Ja, is helemaal goed. Oké, tot zo. Tot zo. Ik word een beetje bang voor deze beveiliger. Dennis, die laat me ook gewoon achter voor dat eentje. Ja, ik snap het ook wel. Die Dennis zit altijd te dromen over dat eentje. En wat hebben we hier? Dit is een kringloopwinkel. Je kan hier ook allemaal badges kopen. En zo. De beveiliger zit me alleen wel de hele tijd aan te kijken. Meneer de beveiliger, ik ga die bank niet overvallen hoor. Ik ben gewoon een beetje aan het rondkijken, oké? Oké, die beveiliger die kijkt me echt heel recht in mijn ogen aan. Ik word er een beetje bang van. Maar zou de kringloopwinkel open zijn? Oh, hij is open. Meneer! Oh. Goedemiddag. Wat bent u aan het doen? Ja, welkom. Welkom in de kringloopwinkel. Bedankt, maar wat deed je onder die bank? Ja, ik was de bank aan het repareren. Oh, hij was kapot! Hij is gemaakt. Oké, ik zie hier echt... Ik kom net nieuw in deze stad. U bent een van de eerste mensen die ik hier spreek, maar het ziet er zo mooi uit. Ja, dankjewel. Kan ik je ergens mee helpen? Ja, ik zit eigenlijk een beetje rond te kijken. Toevallig heb ik nog wat spulletjes nodig voor in mijn achtertuin. Ik weet niet of jullie dat hier ook hebben. Ja, maar... tuurlijk. Ik zie bijvoorbeeld, dit ziet er leuk uit als een soort leuk tuinsetje bijvoorbeeld. Ja. Deze bank, ja, ik denk niet dat die het gaat overleven in mijn tuin als het gaat regenen en zo. Want ik zie dat die een beetje van wol is gemaakt. En ik vind de kleur ook niet zo mooi. Ik heb liever blauw natuurlijk. Ja, klopt. Iedereen zo zijn smaak natuurlijk. Ja. Hierachter heb ik de tuinmeubelen. Dit ziet er zo mooi uit. Deze plantjes passen perfect in mijn tuin. En dit bankje, ik weet niet of deze erin past, maar ik vind hem wel heel mooi. Ik weet alleen niet of dat gaat passen, maar sowieso. Deze plantjes zien er wel heel vet uit. En ik vind dit tafeltje... Dit moet er sowieso in passen, denk ik. Oké, ik zit te twijfelen. Wat kost het tafeltje? Met de stoeltjes erbij? Ja, met de stoeltjes. Met de stoeltjes erbij is het 3 iron voor het tafeltje en de stoeltjes. Oké. En wat betaal je voor deze grote plant? Zo, die grotere? Voor de grote plant is het 1 iron. Oké. Ik zit even te denken. Wat zal ik doen? Oké, ik wil
heel graag deze tuinset hebben. Ik heb ook een beetje iron bij me, dus ik kan het gelijk betalen. En ik wil 2 plantjes. Dus 2 van deze grote planten en een tuinsetje dus. Ja, dat is mogelijk. Okay. Ik kan iets moois voor je samenstellen met 2 plantjes en de stoeltjes en de tafel voor maar liefst 4 iron. Ja, ja, oh, dat is top. Ik had er al 5 gepakt, maar dan doen we het 4. Dat is een nog betere deal. Ik krijg gewoon korting. Kijk, dat is helemaal meneer, top. Dan is dit voor u alsjeblieft 4 iron. Yes, dankjewel. Ik stuur de bestellingen naar je toe, naar je huis. Oké, dat is perfect. En dan wordt het gewoon bij mijn huis gezet. Yes, morgen al. Morgen al? Meteen de volgende dag. Oké, nou, meneer, heel erg bedankt, oké? Ik woon hier niet ver vandaan. Het grote blauwe huis om het hoekje, daar woon ik. Komt helemaal goed. Top, dankjewel. Doei, doei. Tot ziens. Oh my god, dit is gewoon top. Al die spullen worden gewoon naar mijn huis gebracht. Ja, en nu nog een beetje wachten totdat Dennis klaar is met zijn eentje natuurlijk. Oh, ik zie hem al naar buiten lopen, maar heeft hij zijn eentje nou al? Waar is Dennis zijn eentje? Waar gaat Dennis ook heen? Ik denk trouwens dat hij zijn portemonnee van thuis aan het halen is als ik er zo naar kijk. Oh jee, en het gaat ook helemaal regenen. Oh, dit is foutenboel. Ik denk dat ik maar eventjes hier onder ga schuilen of zo. Ik denk dat dat het beste is. Maar wow, deze bank is trouwens mokertje groot. En er staat daar een meneer van de bank. Meneer, mag ik hier alsjeblieft schuilen voor de regen? Ik word helemaal nat buiten. Ja, kom maar hoor. Dank u wel. Wat een mooi gebouw is dit. Ja, het is een heel, heel duur gebouw. Kost hoezo veel geld. Is die zo duur dan? Nou, kijk, het is allemaal mooie blokjes en zo. Ja, ja. Ja, dat is zeker waar. Die lampen zien er ook heel erg duur uit. En oh, wat een mooie kussentjes. Ja. Oh ja, ik zit eigenlijk op een vriend van me te wachten, maar die is volgens mij een eentje ergens aan het kopen. Ik weet het ook niet precies, maar hij is helemaal gek van eentjes. Dat is het tenminste. Maar bedankt dat ik hier mag schuilen. Ik ga heel eventjes op een bankje zitten, oké? Ja, dat is helemaal goed hoor. Toppie, dank u wel. Dan gaan we natuurlijk op het blauwe bankje zitten. En dan wachten we maar eventjes totdat Dennis klaar is. Dennis! Eindelijk buiten. Fuck, je hebt er een eentje! Alex! Dennis! Ja, oh my god. Kijk wat ik heb gekocht, Alex. Dit is toch precies wat je wou hebben? Gewoon een eentje. Ik moet wel even de deur dicht doen. Ja, maar kijk, Alex, ik heb iets speciaals. Ik heb een hele dunne lead. Dus wacht, ik doe even de lead. Even kijk, ik kan hem in een tasje doen. Een eendentasje. Je hebt gewoon een eigen eendentasje. Nee, joh. Ja, dan kan ik hem gewoon makkelijk meenemen naar huis. Mag ik hem een keertje zien? Hij ziet er zo lief uit. Oh my god. Dennis, weet je wat ik gekocht heb? Dennis. Ja? Weet je wat ik gekocht heb? Wat heb jij gekocht? Ik heb een nieuwe tafel gekocht. Oh, ik heb je lied per ongeluk. Maar ik heb een nieuwe tafel gekocht en een paar planten voor in mijn achtertuin. Waar? Daar, achter bij de winkel. Zit daar ook een winkeltje? Bij die beveiliger daar. Er zitten nog veel meer winkels. Maar Dennis, ik denk dat we zomaar eens weer naar huis moeten gaan. Ja, dat denk ik ook. Want ik moet het eentje de zaadjes geven. Want hij eet hetzelfde als kippies. Echt waar? Ik heb er nog zoveel liggen. Maar Dennis, ja? Oké, ik moet je even wat bespreken voordat we, als we naar huis gaan. Kom eens. Ja, ik kom eraan. Je hebt daar achter... Oké, wacht. Ik iets verder staan. Ja, de bakker is hier. Ja, maar ik vertrouw die beveiliger ook niet echt. Maar zie je die bank daar? Ja, waar je het net over had aan de begin. Ja, de bank. Ja, ja. Ik zat er dus aan te denken. Hoe rijk zouden wij wel niet kunnen worden? Al gaan we die ooit eens overvallen? Overvallen? Ja. Alex, heb je gezien hoe wij eruit zien? Ja, maar... Ik ben letterlijk een eentje. Dennis, het komt helemaal goed. Dan doen we een bivakmuts op of wat dan ook. Het komt helemaal goed, ja? Dan moeten we dat wel gaan plannen, Alex. Daar gaan we nog over nadenken. Laten we eerst naar huis gaan. Ja, maar je hebt wel gelijk, want ik heb echt amper diamonds en spullen. Ik heb letterlijk net ook een diamond moeten betalen voor het eentje. En, was en die een diamond? Roze bloemetje. Jeetje, die was duur. Ja, die was mega duur, maar ze wou hem eigenlijk ook niet weg doen. Dit was de enige die ze had. Oh. Maar jij hebt hem nu. Ik ben zo blij voor je. Ja, ik heb eindelijk een huisdier, Alex. Eindelijk heb je je eigen huisdiertje. Oh, dit voelde echt als een geslaagde dag, hoor. Oh, ik zet de boot hier neer. Ik laat hem gewoon liggen voor als we naar huis moeten. De zon begint ook al onder te gaan. Dennis, slaap lekker. Eeuw, het gaat helemaal regenen. Oh, wacht even onder het afdakje. Wacht even. Ja. Ik heb gevraagd van sinds wanneer staat dat er? Dat heb ik gevraagd aan mevrouw van de dierenwinkel, aan Lotte. Ja. En ze zei dat het echt net nieuw was. Echt waar? Ja, en er komen echt mega veel mensen altijd. Ja, maar het was net ook echt druk. Ik vind het echt raar. Ja, ik vind het ook raar, maar blijkbaar is het er. Maar Alex, ik ga naar binnen, want het regent. Ik word helemaal nat en het is donker. Goed. En we hebben het nog wel over onze missie, denk ik dan, toch? Ja, dat komt helemaal goed, knipoog. Okay. Doei, slaap lekker!
Ik word hier vandaag wakker en ik weet dat ik in de vorige aflevering iets heb besteld. Ik ben namelijk naar een winkel gegaan en daar had ik iets besteld voor in mijn tuin. En ik heb een eitje van meneer Kippie. Dankjewel, meneer Kippie. Die gaat lekker in het kissie. Jij krijgt straks ook weer je eten natuurlijk hoor, meneer Kippie. Daar niet van. Maar eerst wil ik kijken of mijn pakketje er is. Wie houdt er nou namelijk niet van? Het moment dat je een pakketje krijgt en die voor de deur staat. En als ik die man in de winkel zou moeten gelopen, zou die er moeten staan. Ja! Hij staat er! Oh my god, ik ga hem openmaken. Ik wil hem openmaken! Wat zit erin? Wat zit erin? Wat zit erin? Oké. Ja! Voor Alex Klein, dat ben ik! Laat hem gewoon openmaken. Kom op! Dit is alles wat ik nodig heb. Oké, we hebben sowieso dus alle plantjes hier zo en twee composters. En hiermee kan ik de planten maken. Ik moet het wel zelf in elkaar zetten helaas. Dat is nou net een stukje minder. Maar ik kan hier een plant zetten en hier. En als ik dit dan zo mooi erop zet, kan ik dit mooi opstapelen. En kijk dan. Oh, dit ziet er zo vet uit. En ik had ook nog een meubel ander iets besteld. Dat was namelijk dit. Dit is een tuinsetje. En die ga ik hier mooi neerzetten. Dan pakken we die erbij en die erbij. En dan moet ik even een mooi plekje uitzetten. Zoeken. Waar zal ik deze zetten? Wat nou als zet ik hier zo? Is dit een mooi plekje ervoor? Ik denk het wel. Ik denk in dit hoekje is wel nice. Hier zit je lekker in de zon altijd. Ja, ik denk dat ik hem gewoon zo ga neerzetten. Die moet daar komen. Tafeltje erop. En natuurlijk de leuningen erop. Oh, dit ziet er gelijk zoveel beter uit. Hier ben ik echt blij mee. Kijk eens, Zoomie, wat leuk. Oh ja, we moeten nog eten zoeken voor Zoomie. Heb ik een bloemetje bij me? Nee. Oh jee, heb ik een bloemetje hier? Bloemetje. Ja, ik heb een bloemetje. Een white tulip. Oké. Vind jij die lekker, Zoomie? Alsjeblieft, die is voor jou. En dan hebben we nog wat nodig voor meneer Kippie. En meneer Kippie houdt natuurlijk altijd heel erg van seeds. Dus alsjeblieft, die is voor jou. Een tijdje terug ben ik samen met mijn buurman naar een speciaal dorpje gegaan. En in dat dorpje was een hele grote bank. En eigenlijk hoop ik echt dat mijn buurman thuis is, zodat we misschien die bank kunnen gaan overvallen. We moeten namelijk een plan maken daarvoor. Maar al kunnen we die bank overvallen, zijn we allebei rijk. Dus ik ga eventjes aanbellen bij mijn buurman. Hopen dat hij thuis is. Buurman, buurman, doe open! Hé, hey, je bent er weer! Goedemorgen. Wat is er? Goedemorgen. Is er iets? Ja, het ging eigenlijk over ons plan. Ja, maar wacht. Voordat we daarmee gaan, kom even binnen, Alex. Ik heb iets voor je. Ik moet je iets laten zien. Moet de deur achter me dicht doen? Ja, graag. Oké, hij is dicht. Het mag niet ontsnappen. Oké, kom naar boven. Het mag niet ontsnappen. Kijk, meneer Eentje! Hij heeft gewoon een naam gekregen. Ja, maar je weet dat ik al een eentje heb gekocht de vorige keer bij de dierenwinkel. Alleen ik moet je om gunst vragen, Alex. Ja. Heb jij nog een extra lied? Want er is vanochtend iets gebeurd. Wat is er gebeurd? Hij heeft het lied toch gewoon om? Ja, maar meneer Eentje heeft allemaal eitjes gelegd. En kijk. Je hebt er nog één? Ik heb er gewoon eentje bij gekregen. Dus hij heeft een vriendje. Alleen ik heb een lied nodig, want anders loopt hij weg. Okay, of ik laat hem even in de tas. Ik ga het gelijk voor je halen, Dennis. Oh, ik heb er nog twee. Oké, dat komt goed uit. Dan heb ik er zelf ook nog eentje voor als ik meneer Kippie moet uitlaten. Dennis, ik heb hem! Oh ja, dat zou echt super tof zijn. Alsjeblieft, die is voor jou. Oh, dankjewel, Alex. Oké, zo. Hoe is zo een mini-eentje? Oh, hij is zo schattig. Liefie. Alleen, maar waar wou je eigenlijk heen? Ja, oké. Ik denk dat dit wel een goede plek is om het te bespreken. We moeten namelijk dus een kijkje nemen bij de bank, denk ik. Ik wil hem namelijk graag overvallen, want er ligt zoveel geld in waarschijnlijk, dat we gewoon rijk kunnen worden. Maar eerst moeten we erachter komen hoe we überhaupt in die bank kunnen komen, want ik ben geen professionele bankovervaller en jij volgens mij ook niet. Nee, ik ook niet, maar het lijkt me wel slim als ik de zak even wegleg. Ja, dat lijkt me ook slim inderdaad. Maar je ziet heel vaak in films dat ze allemaal plannen maken via dark of wat dan ook. Ik denk dat we gewoon erheen moeten gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn, oké? Ja, maar doe dan wel al je armor en wapens weg, want anders valt het wel heel erg op. En niet opvallend gaan kijken overal naartoe, oké? Oké, ik doe mijn best. Jij ook niet, hè? Nee, ik doe alle spullen weg. Ik geef snel de eentjes wat eten en dan gaan we, oké? Is goed. Ik sta op je te wachten, Dennis. Waar blijf je? Oh, die Dennis doet er ook altijd lang over, joh. Dat ik ben er, ik ben er. Ben je? Oh, ik zie jou achter me zitten. Oké, gaan we We gaan gewoon letterlijk naar die bank toe. Oh, ik ben wel een beetje bang ervoor, maar... Alex! Ja? Niet opvallend doen, oké? Dan valt het echt op. Oké, we doen gewoon alsof we er wonen, denk ik dan, ja? Nee, we kunnen niet doen alsof we er wonen, want de vrouw van de dierenwinkel die woont daar, Alex. Dat heeft ze gezegd tegen mij. Oh ja, oké, laten we de boot gewoon hier parkeren. Wij gaan gewoon weer winkelen. Oh, daar is de vrouw van de bakker weer! Maar het ziet er hier wel altijd gezellig uit. Oh, Dennis, is dat niet de mevrouw van de dierenwinkel? Ja, dat is Lotte! Oh, mevrouw! Hallo! Hallo, mevrouw. Hallo. Hey. Hallo? Hey. Bent u van de dierenwinkel?
Ja. Oh, mag ik een keertje binnenkijken? Ik ben nog nooit binnen geweest. Maar niks aanraken met je handen, hè? Alleen kijken. Maar ik wil het konijntje haaien die ik daar zie. Oké, vooruit. Ja? Oh my god. Ja. Nee, mevrouw, zeg dat nou niet. Alex, nee, Alex niet haaien, oké? Okay? Nee, maar... Kijken, alleen kijken. Oké, alleen kijken, maar oké. Okay. Vooruit. Dennis, kijk dat konijntje! Mevrouw, dankjewel nog dat u mij het vorige keer het eentje heeft verkocht. Geen probleem, Dennis. Dennis! Oh! Kijk die blauwe vogels! Ik was de gele! Oh nee, ik vind die lichtblauwe met geel is het mooiste. Hij heeft wel beide kleuren. Van jou blauw en van mij geel. Kijk hoe mooi die is! Wow. En die andere blauwe is ook zo mooi. Maar ik heb geen plek voor meer huisdieren in mijn huis alleen. Nou... Ik heb meneer Eentje nu, dus die ga ik ook niet vervangen voor een vogel. Misschien als ik ooit een villa neem, dat ik dan een vogeltje erbij kan kopen. Maar ja, dat gaat er sowieso nog niet worden. Nee, dat lijkt me ook niet slim. Ja, bedankt dat we eventjes mochten kijken. Geen probleem. Dankjewel. Doei. Oké. Waar gaan we nu heen, Alex? Ja, gaan we een kijkje nemen in de bank? Of? Ja, dat kunnen we doen, toch? Oké, ja. Hey, dat is niks verkeerds gaan kijken natuurlijk. Rustig, oké? Okay? Rustig. Ja, rustig. Niet te opvallend gaan kijken overal heen, oké? Okay? Nee, oké. Okay, we gaan gewoon zitten. Ik heb al gezien dat er daar allemaal bankjes zitten. Dus dan gaan we gewoon lekker zitten. We zeggen gewoon dat we nieuw zijn hier, oké? Okay? Dat we even alles komen ontdekken. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Laten we gaan. Hallo meneer de beveiliger. Hallo meneer van de bank. Hallo. Hoe is het met u? Ja, helemaal goed met jullie. Ja, ook helemaal goed. Ja, goed. Is het nieuw hier? Ja, dat is best wel nieuw, ja. U gebruikt wel mooie kleuren hier. Ik zie geel, ik zie blauw. Ik zie blauw en nog meer geel. Ja, mooi hè. Die bloemetjes zijn alleen wat minder mooi, maar hey, dat kan gebeuren hè. Oh. Ja. Is zo groot. Ik heb een vraagje, meneer. Ja, kan ik jullie helpen? Kunnen we hier ook een account starten, zeg maar? Dat we daar onze diamonds kunnen storten? Ja, dat kan wel, ja. Okay. En hoe werkt dat dan? Nou ja, je moet even je naam doorgeven en je moet even een handtekening zetten op en zo. Weet je wat dat soort dingen? Doe maar op Alex. Doe maar op jouw naam. Okay. Pieter. Alex. Doe maar op de Pieter. Naam Pieter. Niet op Alex. Pieter. Sorry. Pieter. Oké. Okay. Ja. Pieter dus. Ook nog een achternaam of is... Nou ja, dat is niet verplicht, maar het kan. En we willen er ook graag gelijk wat op zetten. Geld? Ja. Waar wij vandaan komen, is dit heel waardevol. Alsjeblieft. Ja, klopt. Okay. Dus dat willen we veilig opbergen. Oké, dat kan wel. Dat kan wel, hoor. Slaat iedereen hier zijn spulletjes op? Of, Ja, iedereen van het dorpje hier, die slaat hier de spulletjes op wat waarde heeft. Oké. Dus niet alleen maar geld? Nee, dat kan van alles zijn. Hè. Dat kunnen huisdieren zijn, dat kan echt van alles zijn. Dus jullie hebben ook huisdieren hier beneden? Of, ja, als het goed is wel, de dieren, hè, ja. Oké. Ja, dat heb ik nog nooit gehoord van een bank, maar... Oké, meneer, bedankt dat wij een rekening mochten openen. Wij weten genoeg. En u ziet ons nog wel een keertje terugkomen als we er nog wat bij willen zetten of wat eraf willen halen of zo. Dat is helemaal goed, Pieter. En wie is dit? Klaas. Jan. Klaas-Jan. Klaas-Jan. Hallo, Klaas-Jan en Pieter. Aangenaam. Aangenaam. Ja, ik ben Kevin van de bank. Oké, Kevin. Fijne dag, Kevin. Hey, dag. Ja, hoi. Doei. Fijne dag nog. Hoi. Dus we bewaren daar dus ook, andere spullen. Ja, zoals dus dieren, diamonds, waardevolle spullen. Er kan daar zoveel liggen, letterlijk. Oh, Alex. Als we die kunnen overvallen, worden we echt enorm rijk. Maar, Dennis. Maar... Ik denk... Alex, we wonen te ver weg. Ik wou letterlijk net hetzelfde zeggen. Ik denk dat we een plekje hier ergens nodig hebben. Maar waar? En wat ik weet iets, want de vorige keer heb ik dus bij de dierenwinkel aan de mevrouw gevraagd van, is dit allemaal nieuw hier? En zij zei ja. En dus vroeg ik, waar woont u dan? En ze zei letterlijk boven de winkel. Ze heeft een huis hier. Ja, misschien zijn er wel plekjes boven de winkels nog vrij, dus we kunnen vragen of er hier nog iets te koop staat. Ik denk dat zij het dan wel weet. Wat is zij ook aan het doen met dat konijntje? Maar zullen we het aan vragen? Ja. Okay. Ja, laten we dat bij even doen. Jij kent haar het beste, denk ik. Hallo? Hey. Mevrouw? Hallo mevrouw. Goedemiddag, welkom terug. Hallo, ik had even een klein vraagje. En het gaat dit keer niet over de dieren. Maar u zei dat u er net kwam wonen en dat u boven de winkel woont. En dat het allemaal nieuw is hier. Mm-hmm. Zijn er toevallig ook nog appartementen te koop? Nou, nu je het zegt, inderdaad. Ik had nog een appartement hierboven mijn appartement. Maar ik kan jullie wel even laten zien hoe mijn appartement eruit ziet. Dus dan kun je inschatten hoe die van jullie eruit ziet. Ja, graag. Dat willen we. Wel op met u mee. Ja, hier de trap op, naar boven. Oh, wow! Ziet er wel mooi uit hier, Alex. Mooi. Kijk die mooie plant ook! Wow! Ja. Lotte, nou, hier is de deur. Wow. Komt ze naar binnen? Wow!
dit ziet er zo vet uit. Met een beetje heel erg los. En is dit je katje? Ja, dit is een aquarium. En allemaal visjes. Ja. Oei, ik was echt zo jaloers. Hallo, Maui. Maar Alex. Ja? Ik denk dat we dit nooit kunnen betalen, hoor. Ik weet het ook niet. Mevrouw? Wat? Ja? Wat is de huur per maand voor dit appartement? Nou, het is per huur. Ik heb 3 visjes zelf gevangen nodig voor mijn Maui, die kat achter jullie. Maui, ja. En dat mag jij doen, Dennis. En oh. Alex, ja. Jij hebt een hele belangrijke taak. Jij hebt een hele belangrijke taak. Dat vind ik leuk, dat vind jij ik leuk. Jij moet zelf, dus ook helemaal zelf in elkaar, een taart gaan maken voor ja, mij. Ja, dat vind ik leuk. Je moet een taart bakken. En we gaan een taart bakken en jij moet vissen. Oké, okay, ja, dan mag je het appartement hebben. Het komt helemaal goed. We brengen het vandaag nog. Ik ga gelijk alle ingrediënten bij elkaar verzamelen. Ik heb hier zin in. Ik ook, maar voor de duidelijkheid, het gaat dus niet om dit appartement, maar eentje hierboven, toch? Ja, maar hij lijkt er bijna hetzelfde op, dus. Oké, Alex, we gaan meteen. Ja, we gaan. Tot straks, mevrouw. Doei. Succes. Doei. Oké, Dennis. Okay. Ik ga alles verzamelen voor de taart. Jij moet een visengel maken. Ik denk dat we het beste als eerst even door kunnen gaan naar huis. Ja, wat zei ze nou? 3 visjes, Alex? Ja, jij moet 3 visjes voor haar meenemen en ik moet zelf een taart maken. Ze zei ook heel duidelijk zelf maken. Dus ik denk niet dat ik naar de bakker mag. Nee, ik bedoel, ik wou bijna zeggen, oh, dat heb je makkelijk. Dan kan je gewoon bij de bakker de eentje kopen, maar je moet het dus zelf maken. Nee, je moet hem zelf maken, maar dat moet dan maar. Ja, en ik denk dat ze de bakker wel heel goed kent en alles smaken. Dus niet vals spelen, Alex. Ik ga het niet doen, Dennis. Oké, hier moeten we sowieso stoppen. Ik heb wat dingetjes nodig voor mijn taart. En jij voor je vishengel natuurlijk. Dus... Ja, weet je wat? We gaan allebei onze eigen kant op, oké? Dan hebben we het zo snel mogelijk. Want dat appartement moeten we echt hebben, Alex. Is goed, Dennis. Tot succes. Zo. Tot zo. Tot strakjes. Doei. Oké, wat heb ik allemaal nodig voor een taart? Ik weet uit mijn hoofd dat ik 3 emmers nodig heb. Ik heb al 1 emmer. Oh, en ik heb een eitje nodig. Meneer Kippie heeft me gewoon een vers eitje gegeven. Kijk, daar hebben we nog een keertje wat aan, meneer Kippie. Oké, we hebben 1 van de emmers. Ik heb hier nog 6 iron, waarmee ik nog 2 emmers kan maken. Dus 2 daar, 2 daar, 2 daar. Hoppakeetjes, dan heb ik er 3 nu. Oh, ik heb wel een koe nodig trouwens om te melken. Heb ik hier een koe? Oh, ja, ik heb een koe. Het is top. Hallo koe. Even kijken, ik heb die vol met melk. Ook nodig. Die en die. Dankjewel. Dan doen we het poortje weer dicht van die koe. Oké, en wat hebben we nog meer nodig? Oh, suiker. Er moet suiker in een taart. Maar hoe kom ik hier aan suiker? Ik heb zelf namelijk nog geen sugarcanes. Dus ik denk dat ik een stukje moet gaan varen. In de hoop dat ik dan een paar sugarcanes kan vinden. Vaak staan die namelijk aan de zijkant van het water. Dus je zou toch denken dat als ik hier ga varen, ik wel een paar sugarcanes tegenkom. Hallo? Sugarcanes? Waar zijn jullie? Ik zie wel allemaal inktvisjes, maar die hebben we ook niet nodig. Sugarcane hier. Nee, sugarcane daar. Auw! Hé, ik ga het gewoon door mijn bootje. Heb ik hier een sugarcane? Nee. Waar kan dat liggen? Ik ga toch niet zeggen dat het helemaal verstopt ergens staat. Misschien hier bij dit kleine stukje water. Oh, en ik heb ook allemaal eten nodig de hele tijd. Jongen, dat gaan mijn broodjes. Maar zijn er hier sugar... Ja, er zijn sugarcanes. Oh my god, dit is top. Oké, ik heb er 3 nodig, weet ik uit mijn hoofd, denk ik. Of ik heb er 2 nodig. Nou, weet je wat? Ik neem ze gewoon allemaal voor de zekerheid mee. En dan moet ik nu zo snel mogelijk terug naar mijn bootje. Oh ja, en we hebben weed nodig. Maar dat kan ik, als het goed is, van mijn farmtje plukken. Dus dat komt denk ik allemaal wel goed. En ik denk dat het dan wel gaat lukken om die taart te bakken. We gaan hier de boot in. Oh, we moeten alleen weer zo ver terugvaren. En dan moet ik ook nog die taart brengen zometeen. Ja, het zit allemaal niet zo mee, hè? Eventjes kijken. Waar moet ik heen? Ik moet er volgens mij hier tussendoor, dacht ik. Vaar ik zo goed? Nee, ik vaar... Ja, ik vaar wel goed. Oh, ik dacht al heel veel dat ik verdwaald was. Yes, daar zijn we weer. Oh, daar is Dennis ook aan het vissen. Kijk, hoeveel vissen er hier zitten voor Dennis. Oh, niet te dicht bij zijn hengel. Straks zit mijn boot nog vast in zijn hengeltje. Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Oké, ik heb er 3 nodig. Dus dan hebben we die nodig. Planten we die terug. Dan heb ik die nodig. Planten we die ook terug. En nog eentje. Die. Dankjewel. Oké, dan hebben we nu volgens mij genoeg om de hele taart te maken. Meneer Kippie, jij hoort in je bench te zitten. Kom op, kom nou. Dankjewel. Oké, dan beginnen we met dit eronder, denk ik. Daar een emmertje, daar een emmertje, daar een emmertje bij mijn hoofd. Oh nee, ik heb trouwens wat anders nodig. Ik moet 2 stukjes suiker maken. Suiker daar, eitje in het midden. Dan moet hier volgens mij het wheat. En dan moeten daar de emmertjes melk. Maak ik hem zo goed? Ja. Hoppakee, ik heb gewoon een taart
gebakken. Zoomie vindt het nieuwe tuintje ook zo leuk. Dat vind ik zo leuk om te zien. Alex, Alex. Ja, 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 wat is er? Het is gelukt. Ik heb de 3 visjes. Bij mij ook. Ik heb een mooie taart gebakken. Alleen, ik wist niet zeker of ze nou deze wou of zalm. Dus ik heb ze maar allebei, van allebei 3. Echt waar? Oké, dan moet het wel goed zijn, denk ik. Zullen we het naartoe brengen? De visjes zijn denk ik voor Maui dan. Ja, mag ik een keertje varen? Ja, maar natuurlijk. Oké. Okay. Je weet wel de weg, toch? Ja, volgens mij gewoon dit riviertje volgen, toch? Oh, dit is wel lekker zo een keertje niet te hoeven paddelen. Ja, je doet het altijd, dus ik dacht, ik doe het een keertje. Ja, dit is echt helemaal top, Dennis. Dankjewel. Oh, ik zie het dorpje al in de verte. Oké, waar moesten we stoppen, Alex? We moeten... Stukje verder. Ja, ja. Dan, hier zo is volgens mij... Ik zie het niet door je hoofd. Maar oh, hier? Ja, hier moeten we eruit. En dan moeten we denk ik gewoon naar de toe brengen. Je hebt het toch wel echt vers gebakken, hè, de taart? Nee, oh, ja, ik heb het echt gedaan. Ik heb een koe gemolken. Ik heb allemaal sugarcanes moeten zoeken voor het suiker. En ja. Ik heb vers van mijn farm. Ik heb het niet uit de kist gepakt. Vers van het farm heb ik de tarwe gehaald voor de taart. Oké, nou, ik ben benieuwd. Laten we maar gaan kijken. Als dit niet goed is, dan weet ik het ook niet meer. Er zit zelfs een kerstje op. Wow, ik denk dat ze dat wel lekker vindt. Hallo, mevrouw. Hallo. Dag, jongens. Welkom terug. Het is gelukt. Dennis heeft visjes gevangen. Ja. Kijk eens aan. Maar ik heb een vraagje. Was het nou deze of was het zalm? Ja, maakt niet zoveel uit. Zolang het maar 3 visjes zijn. Ja, dat heb ik. Kijk eens aan. En ik heb de taart. Wil je die hebben? Ja, geef het maar. Dan zal ik daarna voor jullie de sleutel pakken. Alsjeblieft. Moet ik de visjes ook geven? Ja, geef ze maar. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, dan kunnen wij die zalmpjes zelf opeten. Ja, die eten we lekker zelf. Nou, volgt u mij maar naar boven en dan zal ik jullie... Ik ben ook heel benieuwd. Oké. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dit wordt gewoon een extra huisje in dit dorpje, Dennis. Oh, dat is geweldig. Oh, Nummer 2. Oké, zijn jullie klaar voor? Mag ik even iets vragen? Ja, vertel. Hoe lang is dit huisje, zeg maar, dat er niemand woont? Sinds dat ik hier woon. Oké, nou... Maar ja, we gaan door. Komt er maar naar binnen. Oké. Hier heb ik jullie matje op de grond met een kussentje. Een matje? Het ligt heerlijk zacht. Super fijn. Matje? Een matje? Ja, is echt waar is het bed? Dit is het bed. Oh, oké. Er is toch niks aan de hand mee? Of? Nee, nou, het is Alex, wel goed hoor. Ja. Wacht even mevrouw. Alex, kom eens. Ja. Oké, ik doe de deur dicht. Ja. We hebben al betaald, maar misschien is de woonkamer een stuk beter. Ik hoop het wel. Het ziet er tot nu toe nog niet geweldig uit. Nee, maar we hebben al betaald, dus we kunnen niet weer terug. Daarom, ik heb die taart al gebakken. Oké, we zijn er weer. Oké, we zijn heel erg benieuwd naar de woonkamer. Ja. Nou, dan zullen we doorgaan naar de woonkamer. Komt u maar binnen. Hier is de woonkamer met een prachtig uitzicht op de bergen. Ja, maar waarom, wat is dat groene? Is dat schimmel? Nee, dat is decoratie. Waarom staat hier een half opgegeten beschimmelde taart? Oh, dat is alvast nog van, ja. Is dat van de vorige bewoner? Misschien, maar oké, ik zal jullie de diamant geven en dat is de sleutel voor dit huisje. Ik hoop dat jullie het hier enorm naar jullie zin gaan hebben, in dit prachtige huisje natuurlijk. Ja. En dus hebben jullie verder nog vragen? Moeten we dit zelf opruimen? Ja, ik heb hier geen schoonmaakster namelijk, dus... Oké. Ja, bedankt, denk ik. Ja, dankjewel, denk ik dan. Geen probleem, jongens. Nou, dan veel plezier in jullie kamer. Ik ga alvast weer maar naar beneden. Okay. En als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie die altijd stellen. Ja. Doei. Ja. Doei. Dit is dus niet wat ik had verwacht. Dit is ook niet wat ik had verwacht. Hebben we daar zoveel moeite voor gedaan, Alex? Ja, maar dit ziet er niet uit. Kijk dan. Er hangt een ketting met een lampje. Er zit daar een spinnenweb. Die wil ik als eerst opruimen. Eeuw. Spinnenweb, allemaal schimmel. Hier zit ook een, Alex. Kan je die hoek ook weghalen? Die ook weg. Eeuw. En dit moet maar ook trouwens, allemaal wat, weg. Wat had ik nou afgesproken met jou? Geen wapens meenemen hier naartoe. Oh ja, sorry. Ja, ik had het gewoon nog in mijn rugzak. Ja, niet meer doen, niet meer doen. We hebben wel even wat dingetjes nodig. We moeten het hier een beetje inrichten, maar dat doen we een andere keer wel, ja? Ja, laten we dat maar een andere keer doen. En vanaf hier hebben we als het goed... Oh my god, Dennis, kijk dan. Hoe goed het uitzicht dit is wel op perfect. De bank vanaf hier. De bank zit letterlijk hiernaast, hè? Daarom. Het lijkt wel alsof we er zo op kunnen klimmen of zo, als dat raam er niet was. Oeh, dit is echt een perfecte plek, ondanks dat het er niet uitziet. Precies, dat dacht ik dus ook. Maar Dennis, ik ga lekker mijn badge in. En het is echt niet wat ik had verwacht. Ja, ik blijf hier nog eventjes, ja? Is goed. Doei, Dennis. En, ik denk dat ik hier maar ga slapen zometeen. Ja, ik blijf eerst nog even hier. Ik ga nog even zitten. Ja, nee, maar ik ga hier denk ik
matje uittesten of zo. Ja, we moeten het samen delen. Dus ik kom later wel. Of ik neem slaap jij maar eerst. Doei. Doei, doei. Oh, wat een verschrikkelijk bedje hier. Dennis, ik hoor je! Kunnen ze hier bij je? Ik zat je al te zoeken! Hoe bedoel je te zoeken? Ja, ik was vergeten dat we nog een kamer hadden. Ja, ik zei toch gisteravond dat ik hier ging slapen? Ja, ik was hier aan het proberen te slapen, maar dit bed slaapt echt niet lekker, Dennis. Ik lig hier op een matje, allemaal rugpijn en zo. Het is helemaal niet fijn. Ja, dat kan ik begrijpen. Dus het wordt misschien tijd dat we op een oplossing komen, speciaal voor dat bedje. En dit, die beschimmelde taart. Ik ga hem weghalen, ja? Ik ga hem gewoon weggooien. Ja, maar wil je dit dan allemaal gaan opknappen? Ik weet het niet, maar sowieso moet deze beschimmelde taart weg. Eeuw, die stonk ook. Dat was het hele ding wat de hele tijd hier zo stonk, denk ik. Ja, die hele taart was beschimmeld, Alex. Ja, daarom! En dat is toch niet lekker? Nee, ik hou daar ook niet van. En moet je nou kijken hier? Ja, dit ook. Ja, maar ik weet niet hoe ik dit ooit weg moet krijgen. Daar heb ik volgens mij een schaar voor nodig. Nou, ik laat het voor nu nog wel even zitten. Oh, het is hier echt een rommel. Oh, zeg dat wel. En hier zitten ook allemaal spinnenwebben nog. Oh, oh. Hey, hallo, buurvrouw! Hallo, buurvrouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u lekker geslapen? Wat zei u? Heeft u lekker geslapen? Ja, ik heb zeer lekker geslapen in mijn lekker warme bedje. En jullie? Wij ook, toch? Nee, ik niet zozeer, maar nee, okay, Alex ik ook wel. Niet, nou. Ik heb een beetje last van mijn rug, maar ja, kunnen we niks aan doen. Nee, klopt. Ja. Daar kan ik ook niks aan doen. Hoe is het met Maui? Ja, hoe is het met Maui? Gaat uitstekend. Kijk Maui! Maar. Oh, Maui! Oh, goedemorgen, Maui! Kijk ja. Hoe lief die is. Hoe vond hij de visjes? Ja, ik vond de visjes echt heel lekker, Dennis. Ik heb nog wat voor hem. Oh, je hebt er nog meer? Oh, hier. Ja, oh, die kan je aan Maui geven. Wat aardig van jullie. Oh, hij vindt ze super lekker. Ik vind het heerlijk. Lotte, ik ga op avontuur, oké? Okay? Wij gaan lekker naar buiten. We gaan even een frisse neus halen. Ja, ik wou net ook naar de bakker gaan. Oh, naar de bakker? Ja. Oh, wat kun je er allemaal kopen? Allemaal taarten. Echt waar? Ja. Oh, dat klinkt lekker. Oké. Laten we naar buiten gaan. Ik weet alleen niet of ik geld heb voor die taart. En ik weet ook niet of ik zoveel zin heb in een taart. We moeten eerst die beschimmelde taart eventjes buiten weggooien. Ja, maar je weet dat ik niet van taart hou. Jij houdt niet van taarten? Nee, dat weet je toch. Hoezo hou jij niet van taarten? Dat wist ik niet eens. Hoezo? Kijk hoe ik eruit zie. Denk je dat ik taarten eet als eentje? Weet ik veel. Ik hou van taarten. En de buurvrouw is ook een taart aan het kopen bij de bakker daar. Ging de buurvrouw daarheen? Ja. Oh, wil je dan broodjes? Wil ik misschien. Maar nou, ik heb een broodje voor je, Dennis. Kijk, ik heb er hier eentje. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb een idee. Wat dan? Keer voor ons huisje. Want ik heb zo slecht geslapen, Alex. Mijn rug doet zoveel pijn van dat matje. Ja. Want het is niet eens een bed. Weet kan je wat, me Dennis? Laten zien waar je die meubels de vorige keer hebt gehaald? Ja, voor ja je ik huisje. Wou dit dus net zeggen. Weet je wat? Ik ga het oplossen, ja. Ik ga het huisje een beetje proberen op te knappen. Ik zie. Oh, Dennis. Ja? Kilian, dit is waar ik de vorige keer die meubels heb gekocht. Is dat en... hier? Ja, ja, ja. Maar ze hebben hier een paar bedjes te koop in een sale. Dat is korting. Weet je wat dat is? Ja, dit is dat allemaal korting. Dat is ja, ja, dan krijgen we allemaal geld eraf. Oh, dat is top. Ze hebben een geel bed. Dennis, Alex, ze hebben een geel bed. Is dat daar? Huh? Daar. Huh? Was dat toen er ook al? Ik weet het niet. Hier hield het pad toch op eerst, of? Volgens mij was het toch tot deze winkel en hier stonden meloenen. Dat dacht ik ook altijd. Maar er is hier een hele bouwvakker bezig. Ja, huh? Hallo, bouwvakker. Hallo. Wat is hij aan het bouwen? Ik weet het niet, maar ik zie een hele grote bouwlamp en ik zie allemaal kistjes staan daar. Ik heb geen idee. Ik zie daar ook een boom die is omgevallen. Hij is wel aan het werk. Nou, laten we hem maar niet gaan storen. Ja, precies. Ik ga denk ik op avontuur. Ik ga wel even naar de bakker lopen en even die kant op kijken en alles ontdekken. Als jij het huisje nou gaat opknappen. Ik ga mijn best doen tenminste. Oké. Nou, succes Alex. Oké, succes Dennis. Doei, doei. Doei. Ik zag hier dus wel allemaal nieuwe bedden staan, maar ik heb een probleempje. Dennis' kleur geel staat er namelijk wel bij, dus die kunnen we gewoon kopen. Maar er staat hier ook een rood en een paars bedje en geen blauw bedje. Waarom staat er nou weer geen blauw bedje tussen? Dat is toch de mooiste kleur die er is? Oh, waarschijnlijk zijn dit gewoon alle laatste bedjes die over zijn gebleven, want er staat ook op is op, alles moet weg. Oh, nee toch? Moet ik dan echt op een van deze twee bedjes slapen? Ja, ik ga sowieso niet op die mat op de grond slapen. Die slaat al helemaal niet lekker. Laten we kijken wat we hier gaan kopen. Ik denk dat ik sowieso het gele bed moet halen voor Dennis. Ja, oh. Hallo! Hallo! Ik had een vraagje. Wij zijn hier... Ik ben hier samen met een vriend van mij komen wonen een tijdje terug. En we hebben een beetje...
beetje meubels nodig. We hebben niet zoveel. En ik ben hier een tijdje terug ook geweest. Toen was er een meneer hier. Nu bent u hier. Nou, ook gezellig. Maar ik heb wat spulletjes nodig voor een huis deze keer. Oké. Okay. En wat heeft u in gedachten? Deze bank. Dit is blauw, toch? Dit is zeker blauw, meneer. Dat ziet u goed. Die wil ik hebben. Nou, dat kan. Oké. Wat kost de blauwe bank? Dat kost 1 iron. Oké. Zet deze maar op het lijstje, sowieso. Die wil ik hebben. Wat wil ik nog meer? En ik wil dit gele badge hebben voor mijn beste vriend, want die houdt heel erg van geel. Hebben jullie ook een blauw badge? Die is helaas uitverkocht. Oh, nee. Zijn dit de enige badges nog? Ja, dat zijn de enige. Dan moet ik een keuze maken. Ik moet er eentje hebben, maar ik vind beide kleuren niet heel mooi. Doe dan deze maar, de paarse. Dat komt helemaal goed. Dus de gele en de paarse wil ik hebben. Ja. En wat nog meer? En ik wil zo'n matje. Maar hebben jullie dit matje ook in het lichtblauw? Dat zou ik heel even moeten vragen aan mijn andere collega. Is goed. Oké, ik wacht. Oké, één momentje. Ik heb het even nagevraagd en we hebben hem zeker nog. Ja! Oké, die wil ik hebben. Dus ik wil de bank, de mat, het gele bed en het paarse bed. Nou, dat is alles wat ik wil. Hoeveel kost dat dan? Dat kost bij elkaar 4 iron. Even kijken, heb ik dat bij... Ja, ik heb het niet bij me. Even kijken. Oké, wat kan ik doen? Ik heb een ideetje. Ik ga het heel even snel thuis halen. Dan kom ik zo meteen terug met de iron. En dan kan ik het kopen, ja? Zijn jullie nog lang open? Ja, we zijn de hele dag nog open, meneer. Top. Oké, tot zo. Tot zo. Oh nee, waarom ben ik nu ook weer mijn iron thuis vergeten nog? Laten we maar snel een bootje pakken. En ik zie hier heel veel boten staan. Nou, dan stappen we gewoon in deze. Ik bedoel, ik leen hem. Ik zet hem zo gewoon weer terug, natuurlijk. Maar eerst moet ik helemaal terug naar mijn oude, vertrouwde huisje varen. En ik ben hier echt al lang niet geweest. Welkom terug in Bloemdam. Mijn oude dorpje en... dat standbeeld staat er echt mooi bij nog steeds. Maar heb ik hier binnen nog... hallo meneer Kippie. Ik moet meneer Kippie nog eten geven. Alsjeblieft, die is voor jou. En daar is Sumi. Kijk hoe mooi mijn tuin erbij staat. Heb ik nog een lekker bloemetje voor Sumi? Ja, die Sumi staat hier al zo lang alleen. Laten we hem gewoon een blauw bloemetje geven. Die vindt Sumi, oftewel mijn huisdier bij, altijd namelijk het lekkerst. Dus alsjeblieft, Sumi, die is voor jou. Oké, maar wat hebben we nodig? Iron heb ik nodig. En dat ligt niet hier, dat ligt boven volgens mij. Oké. Iron, waar ben je? Dat ligt... ik heb er nog maar 9. Met mijn andere iron heb ik waarschijnlijk al die emmers de vorige keer natuurlijk moeten maken. Dit is gewoon alles wat ik meeneem, denk ik. En ik moet trouwens ook wat dingetjes thuis laten, zoals al die armor. Dat is denk ik wel handig. Want dat heb ik denk ik niet echt nodig in die nieuwe stad. Laten we tenminste snel weer terugvaren. Ik heb mijn geld nu namelijk bij me. Dus ik kan alles kopen. En ik denk dat we ook eventjes wat moeten fixen voor al die lianen die binnen hangen. Ik word daar ook namelijk ook niet al te blij van. Dus laten we snel maar naar die mevrouw gaan. Oké, zou ze het aannemen? Hoeveel wou ze nou ook alweer? Ze wou 4. Als het goed is, dan neem ik er 4 mee. Hallo mevrouw, ik ben er weer! Meneer, hoe is het? Ja, nog steeds helemaal goed. Ik heb het geld bij me. Oké, moet ik het hier aan u geven? Ja, dat is prima. Oké. 1, 2, 3, 4. Dat zijn ze alle 4 als het goed is. Ja, ik heb ze alle 4. Yes, mooi. Top. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. En wanneer zal het dan bij mij thuis bezorgd worden? Waarschijnlijk morgen. Oké, top. Dank u wel. Nou, fijne dag verder. Doei. Morgen komen dus al mijn nieuwe meubeltjes binnen. Maar wat moet ik nu doen? Oké. Ik zit even te denken. Ik moet sowieso al die vieze lianentroep weghalen. Dat willen we namelijk niet hebben. Dit bed hier, dat mag ook helemaal weg. Heb ik een schep? Ja, ik heb een schep. Dan kan ik dit mooi weghalen. Mijn schep is kapot. Ja, daar konden we ook niet al te lang mee doorgaan. Zo, die vieze rode matjes, die gaan we ook waarschijnlijk nooit meer gebruiken. Hier moeten we even een nieuw tafeldingetje voor hebben, denk ik, al zie ik dit zo. En dit moet allemaal helemaal weg. Dit is zo vies allemaal. Maar het is eindelijk een beetje wat netter aan het worden. Dan zitten hier nog spinnenwebben. Die moet weg. En deze moet weg. Die lampen, ja, die laten we voor nu nog even hangen. Dat is het enige licht wat er is namelijk. We hebben wel een hoog plafond. Daar kunnen we een heel mooi plafond op maken. Maar laten we eerst eventjes wat hout hakken, zodat we deze tafel weer wat mooier kunnen maken. En we hebben natuurlijk ook dingen nodig, zoals kistjes en nog veel meer. Dus ik ga gewoon hier heel eventjes naar de overkant varen. Zo, hoppakeetjes. En dan gaan we hier een boompje ommaken. Ik bedoel, Dennis heeft een kist nodig. En ik ook. Dus dan hebben we gewoon allebei onze eigen kist zometeen. Dat is toch leuk? Bij me wel, boom. Dat jij kapot moet. Dat jij bent uitgekozen om kapot te gaan. Maar ja, het moet, hè. En dan mag deze boom nog weg. Die hebben we niet meer nodig. En welke boom nog meer? En jij mag ook weg. En dan
denk ik dat we zo wel weer genoeg hout hebben. Kan ik... Oeh, ik kan er ook nog eentje terugplanten, dus die zet ik daar neer. Oké, dan hebben we er tenminste eentje teruggeplant. Ik moet wel snel ervoor zorgen dat mijn huisje natuurlijk helemaal klaar staat voor alle nieuwe meubels. De bank is namelijk best wel groot, maar ik denk wel dat die in het huis moet gaan passen. Hallo, bakker! Oké, dan moeten we hier naar binnen, hier naar boven. Oh, even een broodje eten. Oh, ik hou van broodjes. En we hebben ook dingetjes nodig als een crafting table natuurlijk. Dus ik ga gewoon het hout hier een beetje erin gooien zo. Dan gaan we een crafting table maken. Die zet ik voor nu nog even daar. En wat moeten we dan hebben? Oké. Een kistje. Een kistje voor mij en een kistje voor Dennis. Waar gaan we die zetten? Ik weet het niet. Dit wordt onze slaapkamer sowieso. Dus waar we die kistjes zetten, weet ik nog niet precies. Ik ga er sowieso nog eentje bij maken. Dat is altijd handig. Wat ook handig is, is al hebben we eventjes wat hout en wat sticks voor wat signs. Dat we duidelijk kunnen zien van wie welke kist is zometeen. Hoppakeetjes. Oh ja, en een tafeltje. Het tafeltje moet eventjes mooi afgemaakt worden. En dat kunnen we heel makkelijk zo doen. Hoppakee. En hebben we weer een mooie tafel. Zonder dat we gewoon een nieuwe hoeven te kopen. Ik zit zo te denken. Waar gaan we de bank zetten? Wat nou al? Verplaatsen we de tafel naar het raampje hier? Ik denk dat dat wel nice is. En dan kan in deze hoek zometeen de bank misschien wel komen. Of in deze hoek. Misschien is dit wel vetter. Zo voor het raam. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Dus hier de bank. De tafel kan daar dan blijven. Hier kunnen kistjes komen te staan. Dus dan ga ik hier gewoon een soort kleine kast maken, denk ik. Met een kistje voor Alex. Of nou ja, weet je wat? Ik geef Dennis de onderste kist. En dit wordt mijn kist zo. Dan kan ik er namelijk net wat makkelijker bij, oké? En hoe kunnen we het dan verder mooi maken? Oké, wat nou? Al pakken we dit erbij. En dan gaan we hier een mooie kistenkast van maken. Dit ziet er wel nice uit toch op zich? Ik denk het wel. En als het goed is kan ik ook gewoon alle kistjes openmaken. Ja, dat kan ook. Dus ik ga hier gewoon wat geld in stoppen. Dat is namelijk echt het belangrijkste onderdeel hier volgens mij in deze stad. Geld. Want je moet echt alles kopen. En zouden we misschien ook een muurtje kunnen schilderen? Sowieso zouden we deze wel kunnen schilderen, toch? Maar naar welke kleur gaan we hem dan veranderen? Oeh, ik heb nog blauw beton. En we zouden ook wat geel beton kunnen maken. Dat we er dan een gemixte muur van gaan maken. Oh, dat is vet! Ja, dat ga ik doen. De middelste muur wordt blauw gemixt met geel. Alleen heb ik dan wel een schep nodig. Oké, ik ben mijn schep vergeten. Maar gelukkig hebben we nog wat sticks en we hebben wat cobblestone. Dus dan doen we zo, zo en hoppakeetjes. Voor beton hebben we namelijk een paar dingetjes nodig. Zeker voor geel beton. We hebben namelijk gele bloemetjes nodig. We hebben zand nodig en we hebben gravel nodig. En toevallig zie ik alles hier gewoon liggen. Dus laten we 8 stukjes gravel meenemen, denk ik dan. Dus dat is 1, dat is 2, dat is 3. Ja, het gaat alleen een beetje langzaam. 4, 5, 6, 7, 8. En dan natuurlijk nog 8 stukjes zand. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En waar kan ik dan een geel bloemetje vinden? Dat ik me dat nog afvraag. Ik woon zelf in een gebied met weet ik veel hoeveel bloemetjes. En dat zit hier vlak achter als het goed is. Dus hallo, waar zijn de gele bloemetjes gebleven? Oké, dit kan nog een hele zoektocht worden door al deze bloemetjes door. Hoe kan het dat ik nergens gele bloemetjes zie? Dat is zo apart. Weet je wat? Ik heb een ideetje. We hebben namelijk deze bloemen. Wat voor verf krijgen we hiervan? Oké, die hebben we niet nodig. Maar ik neem deze wel nog eventjes mee. Ik weet namelijk wel dat er in ons dorpje een paar gele bloemetjes staan. Ik weet alleen niet of ik die mag plukken. Maar wat nou al gaan we die bloemetjes vervangen door deze bloemetjes? En kunnen we de gele bloemetjes gebruiken voor onze gele muur? Dus het is gewoon allemaal voor het goede doel. Kijk, zo, dan veranderen we die. Staat er nog eentje sowieso. En dan doen we deze hier erin. En dan hebben we verf. En wat we daarmee moeten doen is, daarmee moeten we nu beton maken voor natuurlijk de mooie muur. Eventjes kijken. Hallo, ik wil beton hebben. Die zo en die daar. Hoppakeetjes. En heb ik een emmer bij me? Ja, ik heb een emmer bij. Oh, dat stopt. Dan lenen we heel even het water hier. Ik leg het zo terug, oké? Wij moeten namelijk eventjes hier allemaal water overheen laten stromen. Dan wordt het namelijk beton zoals je kan zien. Dus dan doen we het ook nog even zo en zo. En dan kan het water weer weg. En dan kan ik dit allemaal in één keer omhakken. En dan heb ik gewoon superveel beton. Laten we wel gelijk het water even terugzetten voordat mijn buurvrouw... Oh, erachter komt. Hoezo gaat het nou weer niet terug in de bak? Hoezo gaat het niet terug? Het gaat niet terug in de bak! Oh nee. Oké, het zit terug in de bak. Die plant die groeit wel weer later terug, hoop ik. We hebben nu tenminste wel al het beton, dus dat komt echt perfect uit. Maar hoe gaan we nu deze muur mooi maken?
Ik zit eraan te denken, we kunnen één helft blauw maken en de andere helft geel. Ik denk dat dat wel nice is. Dus laten we gewoon beginnen met de muur een beetje verbouwen. Dus dan doen we hier een mooie blauwe streep erin zo. Ja, dat is perfect. Hier wil ik dan ook een blauwe streep hebben. En hiertussen kunnen we dan gele strepen maken. Ik denk dat dat er wel heel mooi uitziet. Ik wil wel hierboven nog eentje zo hebben. En eentje zo en eentje zo. Oh, dat kan niet eens meer. En eentje daar. En dan die daar. Daar, daar, daar. En dan al doen we dit dan weer zo. En dan die daar, daar, daar. Is dit wat? Ik weet het niet. Ik vind het er tenminste best wel vet uitzien. Het is best wel gemixt zo, denk ik. Natuurlijk is het meeste blauw, maar blauw is ook de mooiste kleur die er is. Maar wow! Oké, dit ziet er al nice uit. Maar misschien dat we deze nog eentje zomaar. Ja! Dit is zo vet vanaf deze tafel! Ik ben hier echt tevreden mee, maar ik ben één blauw blokje kwijt. Ja, die lag daar. Dan haal ik deze ook alvast eventjes weg. Waar kunnen we die dan mooi neerzetten? Ik denk dat ik die voor nu nog even daar zet. En dat is het enige wat we nu hoeven te doen. Te wachten op onze bedden, matje en natuurlijk de bank. Oh, ik hoor een deurbel. Oké, wat kan dat allemaal zijn? Oh, wat kan mijn pakketje zijn? Hallo? Is er iemand? Pakketje voor Alex. Dat ben ik! Oh my god, maar zou dit zijn wat ik daar heb besteld? Ik hoop het wel. Kom op, kom op. Oh, ja! Oh, dit is alles voor de bank. Oh, dat is top. En dit is alles voor ook de bank. Dit zijn de bedden. En dit is alles voor het matje. Dankjewel, pakketje. Oké, laten we alles gewoon snel meenemen naar boven. Dit is helemaal super. Alrighty, alrighty, alrighty. De bedden zet ik sowieso alvast hier neer. Ja, ik ben nog steeds niet zo eens over deze kleur, maar ja. En de bank, waar ga ik de bank zetten? Nou, daar had ik eigenlijk al een hoekje voor uitgezocht. Ik zat namelijk te kijken, wel nou zetten we de bank daar. De crafting table halen we nog eventjes weg, denk ik. Ik weet niet precies waar ik die nog wil zetten. En het matje kunnen we mooi hier zo zetten. En hij kan nog ietsje groter worden. Ja, nee, ik wil hem niet zo hebben trouwens. Hoe wil ik hem hebben? Ik wil hem zo en dan zo om de bank. Ja, dit is perfect. Of ik doe hem eentje zo. En dan eentje daar. Ja, dit is perfect. Maar waar zet ik dan de crafting table? Hier zo. Mooi plekje ervoor. En dan doe ik er nog een bordje boven. Hier. Crafting table. Zo kan Dennis hem ook wat makkelijker vinden. Maar ik denk dat mijn huisje er best wel goed uitziet als zie ik dit zo. Misschien dat we ooit nog eens wat moeten doen aan het plafond. Maar eigenlijk vind ik het ook niet zo erg. Ik vind het wel fijn zo'n hoog plafond. Hoor ik Dennis nou hier binnen? Alex! Dennis! Dennis! Alex, Alex, Alex. Kijk! Oh! En wow. Dat is nog niet alles, dat is nog niet alles. Kijk hier! Wow, je hebt het hele huis veranderd. Het hele huis is opgeknapt eindelijk een keertje. Het was er wel een beetje aan toe volgens mij, hè? Vind je niet? Ja, dat was er zeker aan toe. Het zag er echt niet uit, maar het is heel mooi geworden. Wel heel veel blauw in de woonkamer. Ja, maar ik heb daarom ook een gele streep. Ja, dat is waar. En ik weet dat het jouw favoriete kleur is, dus voor nu keur ik het goed. Maar ja! Kist! Ik heb ook een kist, zie ik hier. Ja, ja, je hebt je eigen kistje en daar kun je je eigen spulletjes in doen. Mijne is hierboven en daar zitten mijn spulletjes in. Ja? Kijk wat ik heb gekocht. Wat? Wat is dat? Dit is een speciale kist, Alex. Daar moet je een wachtwoord op zetten en dan kan je hem pas openen. Maar Dennis, ik heb dit nog nooit gezien in Minecraft. Ja, letterlijk. Je hebt de code, bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4. Dat is nu de code. 1, en dan 2, kan je die 3, intypen. 4. En dan gaat hij open. Dus. Oké. Ik heb er nu iets in gedaan. En dan moet ik, als ik een andere code invul, dan doet hij het niet. Maar, nee, dan doet hij het niet. En deze 1, 2, 3, 4. En dan kom ik weer bij mijn eentje. Ja, 1, 2, 3, 4. Maar ja, hoeveel heb je hier wel niet voor betaald? 1 diamond. Ja. Je hebt hier 1 diamond voor betaald. Ja, maar vraag je niet af hoe ik hier aankom? Ja, wie verkoopt dit überhaupt? Nou, luister dan. Vond je niet dat de buurvrouw Lotte vanochtend mega raar deed een beetje? Zo heel geheimzinnig? Ja, wel een beetje nu je het zegt. Oké, kijk, we gingen dus naar het bouwterrein en toen ging ik op avontuur. En ik zag de buurvrouw uit de bakkerszaak lopen. En ze ging in een bootje en toen sprak ik haar aan van wat heb je gekocht? En toen zei ze heel snel, ja, een taartje, maar ik moet gaan, doei. En toen ging ze weg met het bootje. Wat? Ik vond het mega raar, want ze woont letterlijk hieronder, zoals je weet. Dus waar moet ze heen? Toen ging ze varen richting onze huisjes. Dus ik ging haar volgen. En toen kwam ik bij een geheim beveiligd huis met een winkeltje aan. Wat? Ze verkochten daar camera's, allemaal spullen. En ik dacht, Alex, dit winkeltje is het perfecte winkeltje met de spullen die we nodig hebben voor een bankoverval. En weet je wat er nog was? Er was een bovenverdieping, maar daar mocht ik niet kijken, want daar waren allemaal geheime spullen. Wow, oké, geheime spullen. Maar daar hebben ze dus kluizen en... Is dit niet... Camera's? Camera's?
Baas ook? Lids en Sorus hebben daar mega veel spullen. En ik zag dat ze van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds open zijn. Dus ik heb een idee en het klinkt heel raar. Maar ik wil dat gaan overvallen. En ik heb jou nodig. Maar wat valt er daar allemaal te overvallen, denk je? Je zegt dat ze beveiligingsspulletjes hebben, maar we hebben dingen nodig voor de inbraak. Ja, dat denk ik dus. Maar daarboven lagen allemaal geheime spullen, wat hij niet heeft verteld. Wie weet liggen er wel dingen die we kunnen gebruiken. Weet je wat? Ik denk dat we er gewoon een keertje... Dat we dat gewoon een keer moeten proberen. Dat we gewoon langs moeten gaan, moeten kijken. Hoe het eruit ziet. Hoe het eruit ziet, dan kunnen we even kijken. En dan kan ik misschien s'avonds daar naartoe gaan om in te breken. Dat is heel slim. Maar ik ben mega moe, dus ik ga slapen in mijn nieuwe bedje die je hebt gemaakt. Ik ben er super blij mee, Alex. Ik ben dus wat minder blij met mijn bedje. Ik weet niet of je het al hebt gezien, maar hij is paars. Ja. Hadden ze geen blauwe bedjes meer? Nee, ze hadden geen blauwe... Ze hadden alleen de blauwe bank en het blauwe kleedje, maar geen blauwe bedjes meer. Nou ja, wie weet kunnen we ooit nog een ander bedje voor je kopen dan een paars bedje, Alex. Ik hoop het wel. Ze hadden alleen nog maar rood en paars. Ik moest kiezen, maar... Weet je wat, Alex? Nou? Slaap jij maar voor een avondje in mijn bedje dan, oké? Okay? Echt waar? Ja, dat mag. Ja! Slaap lekker. Slaap lekker, Dennis! Ik word hier wakker in mijn nieuwe, mooie appartementje. Och, hij wordt toch steeds mooier. Hij is nu namelijk zelfs ingericht met een mooie bank. En een soort kluis die Dennis heeft gekocht. Hoe die eraan komt of hoe die werkt, ik heb geen flauw idee. Een mooi tafeltje en natuurlijk mijn mooie kistje waar mijn geld in ligt. En ja, dit is de slaapkamer van mij en Dennis. Dennis heeft wel een geel bedje, ik heb geen blauw bedje. Ik heb namelijk een paars bedje en ik hou niet eens van paars. Ik wil gewoon blauw. Maar wist je wat je wel blauw kan maken? Duimpje omhoog hier onder deze video. Dus klik er snel op. En klik ook op de abonneerknop hier beneden. Abonneren is namelijk gratis. Ik moet dit echt aan Alex vertellen. Hallo, Dennis! Oh my god, Alex. Waar kom jij nou weer vandaan? Ik heb gisteren ingebroken. Wat? Ja, het is me gelukt. En ik heb een paar dingen meegenomen. Ben je er klaar voor? Kom even hier zitten. Ja, okay. Wat heb je allemaal gedaan? Heb je al ingebroken? Nou, we hebben daar allemaal ramen. Laat me maar even hier staan. Alex, kijk goed naar me. Ja, kijk. Wow. Dat is niet het enige. Kijk wat ik heb. Wat? Je hebt gewoon een masker! Ik heb een masker en een heel pakje gevonden. Wow. Dat was dus boven in die beveiligde winkel, Alex. Maar hoe ben je daar binnengekomen ooit? Ik heb ingebroken en letterlijk, weet je, ik dacht, waar kunnen ze de sleutel laten? En hij had hem letterlijk onder de deurmat verstopt, de code van het slot. Wat is dat voor winkel voor huis? Ik heb letterlijk in de bosjes geslapen om te wachten totdat de beveiliger en zo allemaal naar huis gingen. Oh mijn god. Kijk, ik heb het ook voor jou. Ik heb het ook voor jou. Wow. Oh my god. Oh my god, Dennis, je hebt gewoon een heel pakje voor mij. Ja, dit is ideaal voor de bankoverval. Ik doe die van mij meteen uit. Laat hem hier in het kistje doen, Alex. Ja, hoe werkt die kluis ook alweer? Wat was de code? Wat was de code ook alweer? 1, 2, 3, 4 is hem, Dennis. Oh, ja. 1, 2, 3, 4. Oké, ik zet mijn hieronder, ja? Zo, ik heb mijn pakje erin. Oké. Alex? Oh, ja? Ik moet alleen wel vandoor. Ik ga ook niet meer naar dat plekje, want ik ben er te vaak geweest. Dat valt op. Waar is dat dan? En liggen daar nog meer spullen? Jij moet er echt even een kijkje nemen, want ik denk dat het echt heel goed kan zijn voor onze bankoverval. Dat er meer ligt, of? Ja, dat er meer ligt. Waar is die winkel? Want je hebt het er wel vaak over, maar ik heb geen idee waar die is. Oké, je weet onze oude huisjes toch? Het blauwe en het gele huisje. Ja. Achter jouw farm heb je een riviertje. Ja. Als je dat riviertje neemt, dan kom je tegen zeg maar een soort van berg aan. Ja. Dan ga je rechts en meteen met de bocht mee. En dan ben je er. Ja, als je dat stukje afpakt, dan ben je er. Hier heb je wat hout. Onthoud het, oké? Ik onthoud het. Snap je hem? Hout. Ik onthoud het. Ja, maar... Ja, ik heb hem wel weer nodig. Ik wil het wel weer terug. Dankjewel, Dennis. En hier heb je de rest. Oké, Alex, succes. Ik ga er vandoor. Doei. Doei, doei. Ik weet niet hoe het hem is gelukt, maar Dennis heeft gewoon een overval gedaan. Oké. Dan is het misschien ook aan mij de taak om wat spulletjes te gaan stelen voor onze bankoverval. Maar oké, Dennis had het er dus over dat we vanaf hier naar mijn huis moeten gaan. En dan achter de rivier, denk ik. Oké, de boten staan er als het goed is allemaal. Wat moet ik meenemen? Ik heb alle spullen denk ik mee die ik mee moet nemen. Ik moet namelijk eerst kijken wat er natuurlijk allemaal te vinden is. Hallo, buurvrouw!
Oké. Oh, mijn pakketje staat ook nog steeds hier. Ja, het is wel even beter, al ruimen we die eventjes op. Anders denken alle mensen ook van, ja, wat staat hier nou weer voor pakketje de hele dag? Maar oké, waar moet ik die boot vinden? Waar staat de boot? Oké, hier staan heel veel boten. Ik stap gewoon in deze boot in. En Dennis zei dus dat ik eerst naar ons oude huis moest. En vanaf daar moest ik het riviertje achter ons oude huis pakken. En dan zou ik het moeten kunnen vinden. Ik hoop dat het maar gaat lukken. Dus deze boot zet ik dan hier zo. Dan haal ik hem weg. En dan moet ik hier achter het huis zijn. Ja, dat klopt. Daar zit nog een rivier. En daar moet ik dus weer verder varen. Naar die geheime locatie waar Dennis het over had. Ik ben zo benieuwd wat we daar kunnen vinden. Laten we hier anders gewoon maar mijn bootje neerzetten. En dan gaan we vanaf daar wel dit stukje varen. Hallo, bijen! Dat is Sumi de bij niet. Oh ja, trouwens over Sumi gesproken. Oh nee, ik moet Sumi nog eten geven voor vandaag. Oh, dat moet ik heel snel doen. Sumi is namelijk mijn huisdierbij. En die heb ik vandaag dus nog geen eten gegeven. Omdat ik nog helemaal niet thuis ben geweest. Sumi, het spijt me! Hier je eten. Oh, hij was gelijk helemaal blij. Oh ja, en meneer Kippie heeft ook zijn etentje nodig. Gelukkig heb ik nog wat ziet. Speciaal voor meneer Kippie. Zo, dan hebben we dat tenminste ook gedaan vandaag. En dan kunnen we nu wel door naar de geheime locatie waar Dennis het over had. Ik wil namelijk wel eens een keertje zien waar hij het allemaal over had. Maar we moeten hier dus de rivier volgen, zei hij. Maar wat bedoelt hij met volgen? Want hij splitst hier op in twee stukken. Ine, mine, mutte, 10 pond rutte, 10 pond kaas. Ine, mine, mutte is de baas. Oké, we gaan deze kant op. Laten we hopen dat dit maar de goede kant ook is gelijk. En laten we hopen dat we niet de verkeerde kant op gaan. Maar ik zie hier wel al dat het riviertje heel mooi doorloopt. Maar is hier dan... Oké. Ik denk dat dit is wat Dennis bedoelde met zijn geheime locatie. Een soort geheime winkelhuis moet het zijn. Komt er tenminste op neer dat Dennis dit heeft overvallen. En ik zie daar een beveiliger staan in de verte. En ik zie daar iemand in de winkel staan. Er staan daar letterlijk gewoon mensen. Maar waarom staat er een beveiliger voor deze winkel? Is dit dan zo goed beveiligd hier? Oké, laten we die hakbel sowieso maar eventjes wegleggen. Ik ga gewoon lopen. Oké, en ik zie daar ook een camera boven. Openingstijden, 8:00 a.m. to 6:00 p.m. maandag tot zondag. Nou, toevallig is het nu tussen die tijd. Dus laten we gewoon maar naar binnen gaan. Hallo meneer de bewaker. Hey, hoe is het ermee? Oké. Wow. Is dit nou die kluis die Dennis had gekocht? Ik denk het wel. En wat is dit? Ik heb geen idee wat dit is, maar dit heb ik ook nog nooit in Minecraft gezien. Wat? En ik zie hier een camera. Oh, hallo meneer. Hallo meneer. Wat heeft u voor spullen hier? Dit heb ik nog nooit gezien in Minecraft. Ja, dit is mijn beveiligheidswinkel. Wow, dit is niet normaal. Deze camera, kan je hier ook echt gewoon op kijken of is dit gewoon een neppert? Nee, dit is een echte natuurlijk. Wow, dat is zo vet. Hoeveel kost zo'n camera wel niet? De camera's kosten 1 diamond. Wow, oké, dat is wel heel duur. Maar wat is dit voor een gave winkel? Het ziet er ook heel erg goed beveiligd uit, kan ik je vertellen, met die beveiliger zo voor de deur. Nou, we zijn gisteravond gewoon beroofd. Wat? Beroofd? Ja, we zijn nog de dader aan het zoeken. We zijn heel druk mee bezig op het moment. Maar hoe zijn jullie dan beroofd als jullie een winkel hebben voor veiligheidsspullen en een bewaker voor de deur hebben? Hoe kan dat? Ik weet het ook niet precies. Ja, het was gisteravond gebeurd. Ik was er ook niet. Ik heb ook wapens daarom erbij. Verkoop je die wapens of is dat gewoon voor de veiligheid hier zo? Ja, die zijn eigenlijk een beetje voor de veiligheid. Oké. Wat? Dat is serious business, kan ik je vertellen. Hoeveel van die dingen heb je wel niet? Ik heb er maar met 2. Oké. Maar zitten er ook kogels in? Ja, die zitten erbij. Ik weet alleen nog niet precies hoe die werkt. Je hebt een wapen gekocht en je weet niet hoe die werkt. Ik moet vertellen, deze winkel ziet er wel heel mooi uit. Ik word alleen een beetje bang van dat pistool, meneer. Ik hou hem al weg. Oké. Nou, bedankt dat ik hier even mocht komen kijken. Ik weet alleen niet of ik genoeg geld heb voor deze winkel. Het ziet er heel duur uit namelijk allemaal. Oh, dat maakt niet uit. Geen probleem. Kom altijd terug als je wil, hè. Is goed. Fijne dag nog. Doei, doei. Jij ook. Die man heeft dus 2 wapens daar liggen. Oké. Dat heeft die beveiliger sowieso niet gehoord. Maar Dennis had het erover dat er misschien nog meer te stelen viel. En als Dennis die winkel al kon beroven, dan kan ik het ook, zou je denken. Toch? Alleen moeten we dan wel een plan hebben. En die man weet zelf niet eens hoe die wapens werken. Hij kan er niet eens mee schieten, zei hij al. Ook al werd ik nog steeds wel een beetje bang toen hij op me richtte. Maar
wat nou al gaan we die man overvallen? Ik ga even kijken wat ik allemaal in mijn oude huisje heb liggen. Misschien liggen hier nog wel dingetjes die je kan gaan gebruiken voor deze overval. Ik ga sowieso niet de bivakmuts gebruiken waarmee Dennis net aankwam natuurlijk. Maar ja, dat lijkt me gewoon niet al te handig. Wat ik wel kan gebruiken is deze armor. Die kunnen sowieso wel een paar kogeltjes tegenhouden, zou ik denken. Maar moet ik iets hebben om mijn gezicht mee te bedekken? Ja, ik heb daar niet echt iets voor. Wat ik wel heb trouwens, is dit schild. Oh, dit is top. Zo kan deze man sowieso niet op me schieten. Maar hoe kan ik hem dan bedreigen? Ik heb natuurlijk nog mijn diamond zwaard. Oké, die gaat sowieso mee dus. En wat kan ik nog meer meenemen? Nou, broodjes moet ik sowieso meenemen natuurlijk. Maar ik denk dat we dan zowel alles hebben voor deze overval. Dus weet je wat? Ik ga gewoon terug. Ik ga het doen. Ik ben er nu op voorbereid. Ik bedoel, kijk hoe ik eruit zie. Dit kan niet fout gaan. Ik denk dat ik alleen wel wat mensen moet gaan vermoorden. Ja. Die bewaker gaat mij namelijk als eerst sowieso niet binnenlaten. Al zie ik er zeg maar zo uit. Dus die moet sowieso dood, denk ik. En de man achter de kassa moeten we gewoon bedreigen, denk ik dan. Oh, ik doe het ook niet graag natuurlijk. Maar ja, ik moet gewoon die wapens hebben. Die kunnen we namelijk zo goed gebruiken voor de bankoverval. Oh, ik vind het alleen wel zielig, want het was echt een hele aardige meneer. Maar ja, we gaan er gewoon naartoe terug. En we gaan kijken wat er gaat komen van deze hele bankoverval. Of nou ja, bankoverval, winkeloverval. Daarna pas de bankoverval. En dan gaan Dennis en ik pas echt rijk worden. Oh nee, ik zie de bewaker daar al staan. Ziet hij mij? Ik weet het niet. Maar... Kan ik hem aan, denk je? Laten we gewoon proberen naar binnen te komen. Oké. Hallo, meneer de beveiliger. Oh, waarom gaat hij voor de deur staan? Waarom ga jij voor de deur staan? Ga eens heel snel weg. Dat dacht ik. Hey, aan de kant. Kijk, dat dacht ik. Ik heb hier gewoon een schild. Hallo, meneer. Het spijt me, maar dit is een overval. Geef me alle wapens die je nu in je kistje hebt. Heel snel. Kom op, dat kan sneller. Ik wil de kogels er ook bij. Ja, kijk, dat dacht ik. Oh my god, ik heb gewoon een wapen. Wow! Oh, nee. Wat is dit, meneer? Wat is dit? De politie komt er nu aan. Nee. Oké, hoe moet ik hier weg? Rennen. Oh, nee. Die beveiliger probeert me tegen te houden. Ik moet rennen voor mijn leven. Oh my god, hoe kom ik hier weg? Oké. Ik moet hier wegvaren. Ik moet de boot kapot maken. Die kan ik niet laten staan. Oh nee, de politie gaat sowieso dit hele gebied afzoeken zometeen naar mij. Waar moet ik heen? Ik weet het niet, oké? Ik neem mijn boot gewoon mee. Ik zet die denk ik hier en ik ga terug naar mijn appartement in de nieuwe stad. Kom op, boot. Ga sneller kapot. Ik heb je nodig. Oh, nee. Rennen. Oh, wat heb ik gedaan? Oké, wacht. Ik moet me omkleden. Anders komt de politie en die gaan me allemaal pakken natuurlijk. Oké, omkleden. Schild moet weg. Stik op de grond. Oh, nee. Waar is mijn boot? Kom op, varen! Ik moet weg hier. Snel naar mijn appartement. Oh, nee. Ze kunnen me sowieso niet meer herkennen, lijkt mij nu tenminste. Mijn armor is namelijk allemaal uit. Deze zet ik eventjes hier neer. Oh, nee. Snel naar huis. Kom op, doe de deur open. Hallo, buurvrouw. Even normaal doen, niks aan de hand bij de buurvrouw. Oké, ik heb letterlijk gewoon een pistool bij me. Hoe werkt dit pistool eigenlijk? Moet ik hem reloaden of... Ik weet het niet. Misschien kan ik er zo ammo in doen. Nee, ik weet niet hoe ze werken nog. Maar ik denk dat we daar wel achter komen. Ik ga deze wapens gewoon snel in de kluis stoppen. Waarvan niemand natuurlijk het wachtwoord weet. Het wachtwoord is 1, 2, 3, 4. En dan geef ik er eentje aan Dennis. Eentje aan mij. Dan daar nog wat ammo. En daar... Oh my god. We zijn zo goed bezig voor onze overval. En de kluis staat weer op slot. Laten we die armor ook maar eventjes opbergen. Hier in de kist met het schild erbij. Dat is denk ik ook wel zo handig. En dan ga ik nog lekker een broodje eten. En dan ga ik naar bed. Ik heb veel te veel moeten rennen vandaag weer voor die overval. Het was weer veel te spannend voor mij. Ik hoor de hele tijd allemaal rare geluiden in mijn huisje. Wat is dit allemaal? Horen jullie het ook? Volgens mij is dat een eendje, maar ik dacht dat hier geen eenden waren. Hallo? Oh my god. Dennis, wat heb je nou weer gedaan? Weet je, misschien wordt het ook een keertje tijd dat ik mijn huisdier hier ga halen. Ik heb namelijk ook een huisdier en dat is meneer Kippie. En natuurlijk Zoomie erbij.
En die zitten allemaal nog thuis in mijn oude huisje. En aangezien Dennis meneer... dankjewel voor je eitje, meneer Eentje. Maar aangezien Dennis meneer Eentje mee heeft genomen... is het voor mij tijd om ook mijn huisdier te halen. Heb ik toevallig wat leads? Ja, zeker. Kijk, dat komt goed uit. En wat zit er in deze kist? Dit is namelijk een geheime kist. Dennis en ik zijn namelijk bezig met een bankoverval. De bank zit hier namelijk naast. En in deze kist hebben we al onze spulletjes gelegd... die we tot nu toe hebben voor deze overval. En de code voor deze kist is super geheim. Dus vertel hem alsjeblieft aan niemand door. Alleen Dennis en ik mogen hem weten. Maar de code is 1, 2, 3, 4. Niemand weet dit waarschijnlijk. Maar waarom zitten er nou weer eendenzakken in deze kist? Dennis, deze kist is bedoeld voor overvalspullen. Niet voor je eendenzakken. Oh, ik leg ze maar snel in Dennis' kistje neer. Maar laten we maar snel naar beneden gaan om meneer Kippie op te halen. Oh, ik heb er zoveel zin in. Meneer Kippie is nog nooit in dit dorpje geweest namelijk. Oh, hallo, buurvrouw. Buurman, goedemorgen. U heeft een nieuw eentje. Ja, die heb ik van Dennis gekregen. Echt waar? Oh, dit is zo leuk. Is dit Dennis' baby eentje was dit? Ja, die is groot geworden. Hij is zo groot geworden. Oh, dit is zo lief. Ja, hij is zo schattig. Oh, en hij heeft gelijk eten gekregen. Kijk nou, hij kijkt gelijk helemaal blij. Ja, zo lief. Maar buurvrouw, ik moet er eventjes vandoor gaan. Ik moet even thuis wat ophalen. In mijn oude huisje dan, niet in dit huis. Helemaal goed, heel veel succes. Doei, doei, doei. Doei. Oh, dus komen steeds meer eentjes hier in het dorpje. Wat leuk. Ah, ik ga tenminste mijn bootje in. Meneer Kippie, ik kom eraan. Oh, ik heb meneer Kippie wel erg gemist. Want ik zie hem gewoon een stuk minder door dit dorpje natuurlijk. We zijn er bijna. We zijn er zeker bijna. Ik zie mijn oude huisje al. Welkom terug in Bloemdam. Al een van de mooiste steden die er ook is in Minecraft. Het mooie stambeeld hier. Maar waar is meneer Kippie? Hallo? Daar is hij, daar is hij. Meneer Kippie, ik ben thuis. Oké, jij hebt vast heel veel honger, denk ik. Dus laten we nog even wat te eten voor jou pakken. Alsjeblieft, meneer Kippie. Die is voor jou. Sumi, die heeft waarschijnlijk ook heel veel honger. Dus laten we Sumi maar een lekker bloemetje geven. Alsjeblieft, Sumi. Ik denk alleen wel dat we Sumi niet mee kunnen nemen. Sumi is namelijk een bij. En die past niet echt makkelijk in een appartement. Tenminste, daar horen die niet thuis. En hier heeft Sumi sowieso zijn bloemetjes staan. Dus Sumi, ik kom jou nog een andere keertje bezoeken weer. We moeten sowieso wel een keer terugkomen speciaal voor Sumi. Maar voor nu draait het om meneer Kippie. En meneer Kippie, die zit op een of andere manier vast in zijn bench. Hij zit hier namelijk aan een paaltje, zoals je kan zien. Dus kom jij maar even mee. Even kijken hoor. Waar is dat ding nou van dat paaltje? Oh, dat is dat wolblokje. Oké, die moeten we terugzetten. Oké, meneer Kippie, daar gaan we dan. Oh, en deze farm is trouwens ook goed gegroeid. Die moeten we ook weer een keertje oosten. Maar meneer Kippie, stap maar in de boot, zou ik zeggen. Alsjeblieft. Even kijken hoor. Red je dat, meneer Kippie? Ja. Oh, ik ga gewoon een stukje varen met meneer Kippie. Volgens mij is dit voor het eerst dat ik ga varen met meneer Kippie. Dus dit vind ik wel super leuk. En we gaan lekker door naar het nieuwe stadje. Maar meneer Kippie halen is niet het enige wat ik vandaag wou doen. Ik wil zo meteen namelijk ook op verkenning gaan bij deze grote bank. Zoals ik eerder al zei, willen Dennis en ik deze bank namelijk samen gaan overvallen. Maar hiervoor hebben we wel altijd wel wat voorbereidingen nodig. Meneer Kippie, kom je uit de boot? Even kijken hoor, hoe ga ik dit doen? Zo, hoppakee, de boot is kapot. Meneer Kippie, kom je naar het land toe? De boot zet ik gewoon even daar neer. Kom maar naar boven. Ja, kijk. Kom maar, Kippie, kom maar. Ik ben benieuwd wat mijn buurvrouw van mijn kip gaat vinden. Ze werkt natuurlijk bij een dierenwinkel, maar ze heeft volgens mij nog nooit gezien dat ik zelf een huisdiertje heb. Oh, daar is die bankbeveiliger ook weer. Die zit me altijd zo moeilijk aan te kijken. Hallo, buurvrouw, ik ben er weer. En ik heb wat meegenomen. Kijk wat ik heb. Kippie. Dit is mijn huisdiertje. Oh, je hebt hem eten gegeven. Ja. Oh, dat vindt hij lekker. Je weet ook gewoon precies gelijk wat hij moet hebben. Ik doe de deur wel even voor je dicht. Maar ja, meneer Kippie gaat mee naar boven met mij. En die komt nu ook bij ons wonen weer gezellig. Want ik had hem een beetje gemist. Ja, dat snap ik. Wat super lief. En heel veel plezier met je huisdiertje dan. Dankjewel, dankjewel. Kom maar, meneer Kippie. Kijk, hij is helemaal blij aan het springen. Hij vindt het nu al leuk. Kom maar, meneer Kippie. Hij wil niet eens mee. Nee, hij vindt het te leuk tussen al die andere diertjes hier. Volgens mij. Meneer Kippie, kom maar even naar boven. Doei, doei. Oh, die meneer Kippie toch altijd. Gelijk aan het kijken wat er hier allemaal te beleven is. Maar kom nou eens even naar boven. Oh, dit kan nog eens wat worden trouwens op deze trappen. Ik denk dat ik meneer Kippie een klein beetje moet gaan duwen als ik het zo zie. Dan gaan we nu gewoon hier naar boven. Ja, daar komt hij. Kijk, 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 kijk. Hij gaat lekker de trap op. Kom maar, meneer Kippie. Welkom in jouw nieuwe huisje. En kijk eens, meneer Kippie, wie we hier hebben. Dit is meneer Eentje.
dingen. Waar gaan we meneer Kippie aan vastzetten? Ik denk ook gewoon aan deze paal. Dezelfde paal als meneer Eentje. En nu hebben we meneer Kippie hier en meneer Eentje. Dit is zo leuk. Maar oké, laten we even ter zake komen. Ik doe de deur trouwens even dicht. Welkom meneer Kippie. We zijn hier trouwens bezig met de geheime missie, meneer Kippie en meneer Eentje. Dus vertel het alsjeblieft aan niemand door. Maar wij zijn bezig met, ja, een bankoverval. De bank is namelijk letterlijk hier. En ik wil er een kijkje in nemen. De pistolen liggen namelijk sowieso al klaar voor de bankoverval. Dennis heeft een pakje gehaald voor de bankoverval. En ik zie dat Dennis een sleutel heeft. Wat? Hoe komt hij daar nou weer aan? Oké. Dat heeft hij netjes gedaan als hij gewoon de sleutel van de bank heeft. Maar laten we maar eventjes beneden gaan kijken wat wij allemaal kunnen vinden in deze bank. We moeten namelijk nog wel een beetje op onderzoek uit. Oké, we hebben sowieso altijd daar die bewakers staan. Oké, ik moet niet te opvallend gaan doen trouwens. Hallo meneer de bewaker, hoe is het ermee? Ja, die zegt nooit zoveel hè. Hallo meneer van de bank! Hoe is het met u? Wat was uw naam ook alweer? Ja, Kevin. Oh ja, Kevin. Hoe is het met u, Kevin? Helemaal goed, joh. En met jou? Ja, ook helemaal goed. Is het nog een drukke dag bij de bank vandaag? Ja, nou ja, een beetje rustig, hè. Oh, en ik zie dat jullie iets nieuws hebben. Ik zie ineens allemaal camera's hangen, joh. Ja, en voor de beveiligheid, hè, hier ook. Ja, dus de beveiliging hier is wel heel goed, of? Ja, die is echt heel goed hier. Oké. Is het eigenlijk ooit al voorgekomen dat er een overval hier heeft plaatsgevonden? Ik zit even te denken, hoor. Nee, het is mij nog nooit gebeurd. In mijn hele leven nog nooit. Dus is dat dan gewoon omdat het zo goed beveiligd is, of? Ik denk dat ik gewoon heel goed in het werk ben. Dat denk ik ook. Volgens mij werkt u hier ook wel een tijdje aan uw snor te zien. Ja, ik ben al redelijk op leeftijd, ja. Ja, zeg dat wel. Oké. Nou, heel erg bedankt tenminste. En, ja. Ik moet nog wat op mijn bank zetten. Oh, dat is, ja, dat kan je geven. Dan geef ik het. Ik heb namelijk iets wat, waar ik vandaan kom, heel waardevol is. En dat is dit. Even kijken hoor. Alsjeblieft. Oh. Dat moet gestort worden. Dat is heel waardevol. Ja, oké. Dat heeft gewoon een speciaal plekje in mijn hart. Dat moet gewoon gestort worden. Dank u wel, meneer. Dat is goed. Hij zit er lekker met zijn stuk rotte vlees in zijn hand. Dat gaat stinken daar. Je wil niet weten. Maar oké, ze hebben dus camera's. Oh ja, ik zie ze hier ook al hangen. Oké, ik moet niet te opvallend doen. Ik doe gewoon alsof ik rondjes ga lopen. Die beveiliger moet me heel even niet aankijken. Maar, hij kijkt wel om zich heen. Maar daar zit dus ook een camera boven. Die beveiliger is zich aan het omdraaien. Oké. Weet je wat? Laten we gewoon teruglopen, denk ik dan maar. Ik zag binnen een camera. Hier hangen twee camera's. Laten we maar eventjes kijken wat we kunnen doen met die camera's. Of hoe we die beveiliging kunnen skippen. Want we kunnen natuurlijk niet zomaar langs die camera's gaan lopen zometeen. En we zitten hier ook bij het dak van de bank. Dus wat nou? Al breken wij hier een raampje door. Alleen mag Lotte, die hier beneden woont, natuurlijk van niks weten. Zal ik dit raam gewoon doorbreken hier zo? Oké, misschien is dat iets te riskant voor meneer Kippie. Laten we dit raam doorbreken. Oké. Hopelijk maakt dit niet te veel herrie. Ik pak mijn pickaxe erbij. Oh nee. Ik ga nu iets doen waar ik hopelijk geen spijt van ga krijgen. Kom op. Ah! Oh, dat glas krijgen we natuurlijk nooit meer terug. Maar het is kapot. Ik denk dat we wel wat ladders nodig... Oh, niet trouwens. Er hangen hier gewoon lianen. Oh, dit is top. Nu kan ik omhoog en omlaag komen. Oh. Volgens mij kom ik er niet meer bij. Even kijken hoor. Kan ik ooit nog in mijn huis komen? Ja, oh, dit is perfect. Oh my god. Maar we kunnen nu gewoon naar het dak van de bank. Oké, zijn er hier camera's? Dat is het eerste wat ik moet zien. Camera's? Hallo? Nee, ik zie hier nergens camera's. Ik zie hier een schoorsteen, daar ook. En nu zitten we gewoon letterlijk achter het banklogo. Oké, ik wil hier kijken. Zien we hier onder die beveiliger staan? Even kijken hoor. Oeh, ik zie hem daar staan. Er zit die beveiliger. Oké. We moeten heel zachtjes zijn op dit dak. Maar wat hebben we hier allemaal? Oké, ik zie hier een gat. Wat is... Oh my god. Wat is dit? Is dit nou een geheime kamer? Er zit er iemand onder. Is dat ook een beveiliger? Hij zit hier een kist te openen. Maar wat is dit nou weer voor kamer? En wat is die man aan het doen? Oké, we moeten zachtjes zijn. Maar ik zie hem hier rondlopen. Ik zie daar allemaal rare dingen op het bureau staan. En ik zie daar heel veel kisten. Is dit nou het kamertje voor de beveiligers? Oh. Wat gaat hij doen? Oh, hij is een kamertje ingelopen, de beveiliger. Oké, dan is dit mijn kans om volgens mij naar binnen te gaan. Moet ik dit wel doen? Oké. Weet je wat? Ik ga het doen. Volgens mij kan ik hem hiermee openmaken, letterlijk. Die werkt niet. Oh my god, dit werkt! Oké. Ik ga gewoon hier staan. Oh nee. Ik weet niet of dit slim is, maar ik ga letterlijk nu al met een of andere manier de bank inkomen. Go! Wow!
Oké. Die beveiliger is helemaal weg. Oh, dit is zo spannend. Dit is een klopwoord alarm. Volgens mij is dit letterlijk de kamer voor de beveiliging. Ik bedoel, hier is het alarm. Hier zie ik allemaal codes. Waar die codes voor zijn, ik heb geen idee. Hier zie ik allemaal codes met... Die weet ik natuurlijk niet. En wat is dit? Ik heb echt geen flauw idee. Ik zie hier wel één kistje die open kan. Voor de rest zitten ze allemaal op slot, maar... Oh my god. Hier staat op dat dit een camera monitor is. Oftewel dat je hierop alle camera's kan zien als het goed is. En waar zijn we precies? Even kijken hoor. Oh my god, dit is achter de balie van de bank. Dit is waar ik net stond te praten met Kevin, de bankeigenaar. Die zit hieronder. Oké, laten we heel eventjes kijken. Wat kunnen we hier allemaal op zien? Even kijken. Select een camera. We kunnen hier gewoon een camera selecteren om te bekijken. Oké, wat heb ik... Oh my god, wat? Nee. Ik zit letterlijk in de camerabeelden. Dit meen je niet. Camera 2. Oh my god. Ik kan hier gewoon in de bank kijken. Ik zie hier letterlijk van alles. Ik zie alle kussentjes. Nou, er zijn niet zo heel veel mensen in de bank nu. En ik zie Kevin! En hij heeft een appeltje in zijn hand. Wat is hij helemaal aan het doen? Hij heeft natuurlijk geen flauw idee dat ik hier zit te kijken. Hij loopt gewoon lekker rustig naar zijn stoeltje toe. Die zit daar gewoon lekker. Ik kan alles gewoon zien hier. Oh my god, maar dit is top. Nu weet ik nu al precies hoe de bank eruit ziet. Oké, wat hebben we nog meer? Camera 4. Oh my god, dit is achter de beveiligde deur hier zo. Maar wat is hier dan allemaal? Hier is een hele beveiligde deur. Deze staat dus nog achter Kevin zelfs. En dan kan je hier naar beneden met een trap, lijkt het wel. En oh my god. Dat daar ziet er heel erg uit als een kluisdeur. Het lijkt ook wel alsof ik daar allemaal goud achter zie zitten. En ik weet dat goud heel erg waardevol is hier. Oh my god, heb ik letterlijk de kluis gevonden? Oké, er is nog één camera. Waar staat die? Oh my god, deze camera staat letterlijk in de kluis. Dit is top. Ik weet nu gewoon precies hoe de binnenkant van de kluis eruit ziet. Oh my god. Wat? Oké, en hier moeten we dus gaan inbreken. Ik denk alleen wel dat ik hier snel weg moet. Hoe ga ik hier uit? Ik zit hier nu namelijk nog in dit hok. En die beveiliger was net daar ergens naartoe gelopen. En ik kan hier nooit naar boven komen. Want dit is volgens mij gewoon een luchtschacht waar ik uit ben gekomen. Dus ik denk dat ik hier dit glas gewoon moet gaan breken of zo. Ik hoop alleen dat Kevin het niet gaat zien. Laten we kijken op de beveiligingsbeelden wat Kevin aan het doen is. We moeten wachten op een moment dat hij ergens anders naartoe loopt. Dat zou helemaal perfect zijn. Laten we nog heel even in de camera kijken. Gaat hij iets doen? Hij zit nu nog een beetje voor zich uit te staren. Oh, hij gaat nu lopen. Oké. Waar gaat hij in? Oh, dit is top. Hij kijkt de andere kant op. Dan moet ik nu weggaan. Kom op, break. Rennen. Hallo, beveiliger. Hier is niks aan de hand, hoor. Oké. God. Hey, buurvrouw. Goedemorgen. Oh my god, ik heb wat gevonden. Hier gaat Dennis zo blij mee zijn. Ik heb letterlijk de camera monitor. Alleen, ja, dit glas is nu een beetje kapot. Hier doe ik even wat hout voor nu. Anders ziet het er ook weer raar uit. Zo'n raar gat in je huis, dat moeten we gewoon niet hebben, oké? Dit ga ik tenminste sowieso opslaan in onze zwaar beveiligde kluis. Deze komt daar te staan. Oh, hier ben ik zo blij mee. Ik word hier wakker op de bank. Ja, het heeft niet zo heel lekker gelegen. Maar hey, die bank is blauw, dus dan is het gewoon prima te doen. En ik sta hier samen met meneer Kippie en meneer Eentje. Meneer Kippie is namelijk mijn huisdier. En meneer Eentje, het huisdiertje van mijn beste vriend Dennis. Alleen is Dennis weer niet thuis. En ja, beide dieren hebben natuurlijk wel eten nodig. Dus ik denk dat het vandaag aan mij is om het eten te verzorgen. En ik heb geen seeds bij me. En meneer Eentje en meneer Kippie eten allebei seeds. Echt heel graag. Dus ik ga gewoon lekker naar buiten. En ik ga kijken of ik wat seeds voor ze kan vinden hier zo. Hallo buurvrouw, goedemorgen. Goedemorgen Alex. Lekker geslapen. Ja, zeker. Jij ook? Ja, ik moet eventjes wat eten zoeken voor mijn huisdiertjes. Oh, helemaal goed. Ik moet namelijk oppassen op meneer Eentje van Dennis, volgens mij. Want ik heb Dennis nog niet thuis gezien. En meneer Eentje zag eruit alsof hij honger had. En meneer Kippie ook, trouwens. Maar die nou, was van snel mij. Snel eten halen dan. Ja, ik ga. Doei. Oké, waar kan ik snel eten halen? Ik denk hier, trouwens. Ik zie hier allemaal gras. Dus ik denk dat ik dit wel kan hakken. En dat ik dan wel wat seeds kan krijgen. Hallo? Oh, ja, oké. Dat is er eentje. Dan heb ik er nog eentje nodig. Ja, dankjewel. Kijk, dit is top. Nu hebben ze allebei lekker wat te eten zometeen. Gaan we even naar boven. Doen we een deurtje dicht van de dierenwinkel natuurlijk. Want ja, ik woon boven de dierenwinkel zoals je kan zien. En dan hebben we wat te eten voor meneer Kippie. Alsjeblieft meneer Kippie. En natuurlijk meneer Eentje. Oh, ze vinden het zo lekker allebei. Ik ben wel benieuwd of Dennis vandaag überhaupt een keertje thuis gaat komen. Ik heb hem namelijk al een tijdje niet gezien.
zien hier zo. En volgens mij mist meneer eentje hem ook wel. Laten we in de tussentijd trouwens ook even mijn spulletjes een beetje opruimen. Ik heb zoveel dingetjes bij me. Dus laten we het gewoon maar allemaal in mijn kistje gooien. Nou, dat is mijn kist met geld. Dit ziet eruit als een rommelkistje. Laten we gewoon de eitjes erin gooien. De ho, die hebben we ook niet nodig. Dit niet, dit niet. Eeuw, waarom heb ik rode matten? Nou ja, die hebben we allemaal dus niet nodig. Oh, oh, ik zie er iemand in de verte. Is dat nou? Dat is Dennis! Hij komt er eindelijk aan. Hallo, Dennis! Ik weet niet of hij mij ziet, maar hij komt eindelijk. Oh, ik heb hem wel gemist, omdat ik hem zo lang niet heb gezien. Er komt hij met zijn bootje. Ik ga gewoon naar beneden toe. Ik ga alvast naar hem toe lopen. En dan ga ik ook vertellen dat ik natuurlijk meneer Kippie eten heb gegeven en zo. Ik heb goed voor zijn huisdiertjes gezorgd. Dennis! Dennis! Hoi, Alex! Ik zag je net aankomen varen daar. Dus ik dacht, nou, ik kom naar beneden om ooit te zeggen. Weet je wat ik heb gedaan? Wat heb je gedaan? Ik ben dus eerst naar boven geweest. Toen werd ik wakker op de bank ineens. Ja. En ik was met meneer Kippie. Ik heb meneer Kippie gehaald trouwens. Die woont nu ook oh, hier. En ik zag meneer Eentje. Gehaald. Ja, ja dat zag ik dus. Dus weet je wat ik heb gedaan? Ik heb voor allebei wat eten gehaald. What? Dus ik ben net naar buiten geweest en ik heb zaadjes zitten zoeken voor ze. Want dat vinden ze allebei blijkbaar super lekker, ben ik achtergekomen. Dus dat is top. En, ja. En nu houden ze van me. Ja, dat klopt. Maar dat is ook goed, want ik ben mijn zaadjes vergeten. Maar Alex, kunnen we even naar binnen? Ik moet je spreken. Oké, het klinkt serieus. Hallo, buurvrouw! Kijk eens, hallo, buurvrouw! Hallo, kijk dat konijntje! Oh. Ja! Buurvrouw! Wat is er? Waar zijn de andere eentjes? Andere eentjes? Er stonden er eerst drie. Stonden er drie? Heeft u die verkocht? Nee, die gingen er van door. Die wou heel graag gewoon in de natuur leven. Dus ja, die heb ik natuurlijk gewoon laten gaan dan. Oh, die heb je vrijgelaten. Ja. Oh, wat en die wil heel graag hier bij mij blijven. Oh, ja, die is echt superleuk. Dat is een klein bruin eentje. Ja, hè, zo cute. Maar Alex, wij gaan even eten, hoor. Wij spreken jullie later. Of jou later. Doei. Eten? We gaan toch niet eten, Dennis? Ik heb helemaal geen honger. Ik ga ook niet eten, Alex. Ik moet gewoon wat dingen met je bespreken. Oh, oké. Okay. Wat wil je dan bespreken? Ik ga wel op de bank zitten, hoor. Ik weet niet wat jij gaat doen. Ja, ik weet niet of je het door hebt gehad, maar ik heb gisteren de sleutel van de bank gestolen. Ja, dat zag ik in de kistje. Weet je wat ik heb gestolen laatst in de bank? Wat heb jij gestolen? Huh? Wat heb jij gestolen? Ik ben... Oké, kijk. Zie je dit? Dit klopt niet, hè? Waar is het raam? Ja, die heb ik eruit moeten slaan. Weet je wat ik heb gedaan? Ik ben op het dak laatst geweest van de bank. En nee! Ja. En ik heb daar de camera's van de bank gestolen. Ik heb gewoon een soort iPad waar ik alle beelden op kan zien. Heb jij de camera's van de bank? Ja, ik heb ze gewoon een soort van gehackt eigenlijk. Maar hoe dan? Ja, weer! Gewoon via het dak, laatst! Ik heb dat laatst gedaan toen jij niet thuis was! Toen jij niet thuis was, ben ik ook naar de bank geweest. En weet je wat ik heb gedaan? Ik heb een praatje gemaakt met Kevin, de bankeigenaar. Ja. En we zijn een beetje vrienden geworden. Je weet toch wel die appeltjes die jij me altijd geeft? Ik zag hem laatst met een appel op die camera! Ja, die heb ik hem gegeven! Oh, joh, maar dan had hij hem helemaal nog niet opgegeten. Dus zo lekker vond hij hem volgens mij niet. Nee, nou hij vindt het heel leuk, die appeltjes. Maar weet je wat het was? Nou? Ik ging dus een praatje maken. En ik heb gevraagd voor een rondleiding. En hij zei dat hij dat nooit doet. Dus ik weet hoe de bank eruit ziet van binnen. Alleen de kluis heb ik nog niet gezien. Ja, wel gezien, maar niet van binnen. Want dat wou hij niet doen. Maar jij bent gewoon binnen geweest, zelf. Hij heeft me een rondleiding gegeven. En letterlijk, toen werd hij gebeld. Toen we voor de kluis stonden, hij wou me er niet in laten. En toen zei ik, ik ga wel even op de gang staan. En toen heb ik de sleutel van de bank gestolen. Oh my god. Dennis, dit heb je zo goed gedaan, maar... Dennis. Ja? Oké. Kijk één keertje in de kluis, ja. We hebben nu Alex. Spullen. Ik heb mijn pakkie. Ik weet niet waar jij je pakkie hebt. Wacht maar even, ik heb de Alex. Pistolen. Ja? Wat was de code ook alweer? Dennis, de code is 1234, oké? Oh ja, 1234. Maar kijk Jan, wat we allemaal hebben. Wow. We hebben twee pistolen, we hebben de sleutel, we hebben een pakkie om in te breken. We hebben de tablet met de camerabeelden, we hebben alles. Ja, alleen lijkt het me niet zo handig om de camerabeelden te kijken als we daadwerkelijk de overval gaan doen. Maar nee, ik zei het net ook al bij mijn huisje. Ik denk dat we alles hebben. Dat denk ik dus ook, maar wat nou? Al gaan we gewoon vandaag de bankoverval doen. Ja, dat wil ik eigenlijk ook graag doen, want ik heb zo slecht geslapen. Ik ben helemaal zenuwachtig, ik heb het warm, ik zweet helemaal. Dennis, dan kunnen we na vandaag rijk worden. We hebben zo goed dingen, we zijn zo goed voorbereid. Weet je wat het is? Bankovervallen, dat doen mensen toch altijd 's avonds? Ja. Ik denk dat wij het gewoon overdag moeten doen. Ja, dan verwacht
niemand het. En dan gaat de bank nog niet dicht, want in de avond gaat het vaak dicht. Ja, en we hebben onze pakjes. Daarom, dus we kunnen gewoon zo naar binnen lopen. Niemand die het verwacht. Oké, maar waar gaan we de pakjes aandoen? Ja, we kunnen niet hier naar beneden lopen. Dan gaat de buurvrouw daar kijken. Oké, ik weet iets. Ik weet iets. Oké. We pakken al onze spullen. Ja? We stappen daar in een bootje. We varen hier een half stukje en gaan daar de uit aan land. En dan gaan we vanaf daar lopen. Dus dat richting het bouwterrein. Dat is heel slim. Oké, zullen we die kant op gaan? Onze spullen pakken? Ja, ja, wacht. Ik laat wel een paar spulletjes hier, hoor. Ik laat mijn diamanten spulletjes en zo hier zo allemaal. Ja, ik doe ook alles in mijn kist wat ik niet nodig heb. Oh, mijn kist zit vol. Oh, ik heb hier ook nog een kist. Ja, hier zit alleen je ene zakje in. Oh, maar die zat toch in hier in? Ja, die had je in de kluis gedaan. Er hoort toch geen ene zak in de kluis? Ja, sorry, wist ik Dennis, veel. Oké. Ik wil eerst even mijn pakje passen, überhaupt. Pak het pistool erbij, wat kogels. En Dennis, neem jij de sleutel mee? De sleutel van de bank? Ja, die neem ik mee. Oké. Ik wil het wel even passen. Kijk hoe het me staat, ja? Op. Doe dat dan niet voor het raam. Doe dat hier, kom hier. Kijk hoe ik eruit zie. Niemand gaat me zo herkennen. Oh my god. En bij mij? Top. Je ziet er hetzelfde uit. Oh my god. Dit is briljant. Dennis. Niemand gaat ons nog Hiermee herkennen gaan zo. Ons nooit, maar dan ook nooit herkennen. Ik heb mijn pistool erbij. Oh my god. Ik vind dit wel een beetje eng met zo'n pistool. Ik richt hem trouwens niet op jou. Nee, niet op mij richten, alsjeblieft. Nee, oké. Anders richt ik hem op jou, hoor. Oh nee, Dennis. Hey, ik zou wel oppassen op jou was. Hey, handen omhoog. Oké, we gaan niet Jij handen omhoog. Dennis, het is handiger als we allebei nog leven als we die bankoverval willen doen. Ja, dat is waar. Zullen we naar het bootje gaan? Ja, is goed. Ik volg je, ja. Oké. Dennis, hou dat wapen wel even achter je. Niet laten zien aan de Nee, ik heb hem weg. Oké, top. Even kijken. Zo, ik pak een lekker broodje in mijn hand. Ja, ik ook. La 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 la, we hebben lekker gegeten. La 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 la. We hebben zo lekker gegeten, buurvrouw. Oh, wij gaan even... Jullie lekkere broodjes hebben. Je wil er ook een? Oh ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Oh, even kijken. Alsjeblieft, die is voor Dankjewel. Jou. Wij gaan even een lekker stukje lopen. Het is mooi weer. Oh, ja, lopen. Prachtig weer buiten. Ja, waarom? Ja, dat dachten wij ook. Dus fijne dag. Doei. Sorry, ik weet ook niet wat ik allemaal zeg. Ik ben helemaal zenuwachtig. Maar oké, we gaan gewoon snel naar de boot. Ja? Ja, ik heb ook een bootje bij me, want zo ben ik hier gekomen. Maar laten we maar in dit bootje stappen die hier staat. Oké. Stap je in, Dennis? Ja, kom. Zit je erin? Okay. Ja, ik zie je zitten. Okay, rechtdoor hier, Alex. Rechtdoor. Zeg jij waar ik heen moet, ja? Ja, gewoon hier aan het einde. Gewoon met de bocht mee. Naar rechts? Klein stukje. Ja, klein stukje. Ja. Nou, stop hier maar. Iets verder. We moeten verder. Ja. Ik denk hier zo ongeveer. Ja, hier is perfect. Achter het heuveltje, dan ziet niemand het. Zou ik niet teruggaan met de boot? Dat is misschien te opvallend. Oké, het pakje moet hier aan. Oké, ga heel iets om de hoek staan. Zo. Ik heb hem al aan. Kijk hoe we eruit zien. Oh my god. Ik schrok een beetje van jou. Ja, ik ook van jou. We zien er zo eng uit. Oké, zijn we er klaar voor? Pak jij je pistool erbij? Oké, wacht. Die gaan we pas trekken als we naar binnen lopen, ja? Ja. Oké. Ik vind het zo spannend, Dennis. Kom maar aan deze kant op. Ja, ik volg je. Ik vind het heel spannend, Alex. Wat je ook doet, Alex, raak niet in paniek zometeen, oké? Wat je ook doet. Dat zou ik beter tegen jou zeggen. Als ook maar één lampje uitgaat, dan raak jij vaak in paniek. Ja, ik schrok net al, omdat ik had het even niet verwacht, dat masker van jou. Jongen. Deze kant op. Nu, een beetje zachtjes. Ja. Oké. We moeten ook nog langs de beveiliger komen, hè? Hoe gaan we dat doen? Ja, ik denk gewoon lopen. Hij ziet er niet zo sterk uit. Hij ziet er alleen een beetje eng uit meestal, maar wij zien er nu enger uit. Ja, dat is waar. Oké, kom maar. Ja. Ik volg je. La 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 la. Ach, wat hebben we toch een leuk verkleedpartijtje gehad. La 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 la. Jongen. La 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 la. Oké, we gaan hier naar beneden. We gaan de trap op en dan gaan we rennen naar de bank. Meteen, gewoon rechtdoor. Of gaan we hier de heg over? Nee. Niet opvallend. Er zitten allemaal camera's voor, hè. Ja, dat is waar. Maar we zijn niet te herkennen, hè. Nee. Maar alsnog. Het moet niet opvallend zijn. Ze moeten niet nu al de politie bellen of iets. Nee, dat is waar. Oké, laten we naar binnen lopen. Gewoon zonder wapen nog. Zonder wapen. Oké. Moet ik Kevin onder schot houden zometeen? Ja, moet ik de beveiliger doen? Doe jij de beveiliger? Ik doe Kevin, ja? Nee, wacht. We vragen even of de beveiliger naar binnen kan komen. Dat is beter. Ja, anders trekt hij de aandacht. Kom. Ja, dat stopt. Hallo? Hallo? Beveiliger, er was net binnen iets gebeurd. Heeft u dat gezien? Er was dan volgens mij ruzie daar binnen. Ja. Ik zou maar even kijken als ik u was, hoor. Loop maar even naar binnen. Ja, kom maar even kijken. Oh, daar gaat hij.
Het werkt. Oké, kijk, daar in de hoek hadden ze net allemaal ruzie. Kijk, daar hebben ze ruzie. Handen omhoog, staan blijven! Handen omhoog, tegen de muur! De deur open! Blijf waar je staat! Van de kluis! Staan blijven! Niet naar achteren! Nee! Alex, wat is dit? Doe die deur open op het schip! Doe die deur open! Oh my god. Go! Volgende deur! Mee naar binnen! In de hoek staan hier! In deze hoek! Wat zeg ik nou? Allebei! Oh my god. Alex. Dennis, weet jij de sleutel? Weet jij de code van de kluis? Ik ben de kogels vergeten! Hoe weet je nou de kogels vergeten? Ja, weet ik niet. Dat ligt nog in de kist thuis. Blijf staan! Hoe doe je dit nou? Oké, in de hoek. Alex, houd zonder schot. Ik doe de deur open. Wat is de code van de kluis? Doe het snel. De politie kan er elk moment zijn. Het alarm. Alex, er staat een code op. Ik weet de code niet. Wat is de code? Oké, ik wil wat fokken. Is het 1, 2, 3, 4? Nee, dat is hem niet. Is dit het anders? Ja! Dennis, ik heb hem! Wat is de code? Oh my god! De code hier! Meekomen jullie allebei! Stop ze in de kluis! Meekomen naar de kluis! Jullie allebei! Oh my god, meekomen jullie! Ik doe hem open, Dennis! Lopen, allebei! Heel gauw! Snel de kluis in! Oh my god, Dennis, kom binnen! Ik doe hem open voor je! Ja! Oh! Kom naar binnen! Oh my god! Oh my god, Dennis! Oh my god, zoveel diamonds hier! Pak alles, Alex! Ik neem alles mee wat ik mee kan nemen! Oh my god! Pak de buit! Ik heb zoveel spullen! Jij waarschijnlijk ook, Dennis! Ik tril helemaal. Ik bedoel, niks te lachen. Dit is niet normaal. Hé, in de hoek zitten. Wat zei ik nou? Wat is deze? Wat is dit? Ik weet het niet. Misschien is het hetzelfde. Het is hetzelfde. Er zitten koffers in, Dennis. Hier. Geef mij ook zo'n koffer. Ja, alsjeblieft. Maar oh, nee. Dan moeten we in de koffer. Oké. Okay. Oh, nee. Oh, hier kunnen we alle spulletjes in doen. Het stopt, Dennis. Is dat dezelfde code 000? Ja, dezelfde code is het. Oh my god. Dit is helemaal god. Super. Die kunnen we alle diamonds er zo in doen. Ik heb alles in. Alex. Ik heb een koffer vol goud en diamonds. Alex, doe de helft van jou naar mij. Voor de zekerheid. Ja, dat is slim inderdaad. Dat is slim. Oké. Okay. De helft, zo'n beetje, de helft. Blijf staan in de hoek, ik zei niet bewegen, niet bewegen. Hier, Dennis, ik leg de diamantjes hier. Ja, top. Oké. Okay. Dennis, we moeten hier weg zien te komen. Oh, Dennis! Ja? We hebben een probleem. Wat is er? Oh, nee! Oh, Dennis, we moeten hier uit weg! Dennis! Oh, nee! Dennis, waar ga je heen? Dennis! Ik moet er vandaan! Dit is foutenboel. Je bent aangehouden. Oh. Waarom? Omdat je de bank aan het overvallen bent. Ja, oké. Dat lag al een beetje voor de hand liggend, hè. Dat dacht ik al. Meekomen. Oké. Ja, ik loop mee, meneer. Komen jullie hier ook allemaal zo snel? Dit is niet normaal. Wat gebeurt hier allemaal? Er is een man heeft de bank overvallen. Bank overvallen? Er is niks aan de hand, hoor. Er is niks aan de hand. Ja, je hoeft niet allemaal met die pistolen zo op me te richten, oké? Ik loop wel mee. Laat je wapenvak. Ja, sorry. Oké. Die had ik nog bij, oké. Hij ligt daar op de grond. Waar moet ik heen? In de auto. In de auto? In de auto. Oh, nee, oké. Maar voordat je in die auto gaat, ik hoop dat je een lesje hebt geleerd. Hoezo een lesje hebt geleerd? Je hebt de bank overvallen, man. Sorry, oké. Ik had gewoon geld nodig. Oh, ik heb mezelf diep in de nesten gewerkt. Al die agenten om mij heen staan ook, maar er is nog één ding wat ik me afvraag. En dat is, waar is Dennis? Waar ben ik? Wat is dit allemaal? Ik snap er... Eruit ook, meneer. Oh, waar zijn we? Je bent in de gevangenis. In de gevangenis? Dit ziet er nog niet uit als een gevangenis, kan ik je vertellen. Meekomen. Ik kom al mee, het spijt me. Moet ik met u meelopen? Ja, graag. Wow. Sinds wanneer is hier een gevangenis? Doorloop, meneer. Oh, ja, ik loop toch. Oh, nee. Ik ben nog buiten. Ik ga het gewoon proberen om weg te rennen, denk ik. Oké. Ik loop mee, hoor. Het komt goed. Rennen. Hem tegen. Kom op. Ik moet weg hier. Au! Oké, ik kom al. Waar moet ik heen? Ik volg u, ja. Meekomen. Oh, moet ik nou echt naar de gevangenis? In mijn eentje? Zonder Dennis? Oh, en daar is weer een beveiliger. Oh, dit is wel een hele foute boel. Klik op een van de twee video's die hier naast me kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben. Doei!